Dames en heren, welkom op deze raadsvergadering, de laatste raadsvergadering van de tweede decade van de 21ste eeuw, zou je kunnen zeggen. Volgende vergadering zitten we alweer in 2020. Een vergadering met een enigszins weemoedig tintje vanwege het afscheid van een raadslid wat maar niet weg wil gaan. Maar nou dreigt het vanavond toch echt te gaan gebeuren. Maar nou loop ik vooruit op wat we later op de agenda hebben staan met elkaar. We hebben ook nog wat werk te doen. Onze laatste bijeenkomst was de begrotingsvergadering. En daar komen ook een aantal punten van weer terug op de agenda. Ik zal u straks bij de vaststelling van de agenda nog even een specifiek voorstel doen over één van de punten, eigenlijk over twee van de punten die erop staan. Allereerst de mededeling wat mij betreft dat de heer Boy verhinderd is om vanavond te komen. Voor het overige zijn wij compleet. Er zijn geen andere mededelingen, denk ik, op dit moment te doen. Dan bij het punt vaststelling van vandaag. Op de agendapunt staan twee stukken die ik even hier wil noemen, omdat dat een keuze voor uw raad met zich meebrengt als het gaat om de agenda. Het gaat om punt 7.1, een korte stemverklaringstuk over de financiële verwerking van de ontwikkelingen in de programmabegroting 2020. Ik zei het al, de laatste vergadering, waar de administratieve wijzigingen staan. Het gaat over geld natuurlijk, ten aanzien van besluiten die genomen zijn in het kader van de begroting, nog verwerkt moeten worden. En een van die besluiten ging ook, wordt nu hier specifiek vanavond ingevuld met het bespreekstuk 8.1, de vaststelling van het bermbeheerplan. Een van uw alerte collega's, de heer Soppen, die kwam erachter dat er in de opstelling van de cijfers een en ander niet klopt. Ik zie dat er meerdere mensen zo alert waren, dus, want er wordt ook de eer wordt gedeeld, begrijp ik. Nou, dat is alleen maar mooi. Maar het kan natuurlijk niet waar zijn dat we zaken met fouten gewoon maar laten gebeuren en er niks over zeggen. Zo professioneel zijn we met elkaar wel. Dus we kunnen wat mij betreft twee dingen doen. En als ik het goed heb, dan heeft de portefeuillehouder, de heer Huizing, al het een en ander met wat fractiewoordvoerders ook toegelicht. Er zijn twee opties. Het eerste optie, de meest vergaande, zou zijn om het voorstel 8.1 helemaal van de agenda te halen. En dan de volgende vergadering een juiste voorstel met een aangepaste tekst te behandelen. Dat wordt dan 28 januari. Dan zal daarin natuurlijk ook evengoed staan een correctie in de begroting als dan. En dat betekent ook dat 7.1 eigenlijk gewoon doorgang kan vinden, omdat het dan toch de 28 januari weer wordt aangevuld met weer een nieuwe begrotingswijziging. Tweede voorstel zou kunnen zijn, als u zich daarop heeft voorbereid, dan doet dat wel recht aan uw voorbereiding, dat u evengoed de inhoudelijke behandeling vanavond wel doet. En dan moet u zich realiseren dat de volgende keer evengoed een herziening van de financiële verwerking voor zal liggen, aanvullend op datgene wat u dan vanavond onder 7.1 besluit. Dus met andere woorden, 7.1 kan gewoon doorgaan. Die wordt de volgende keer hoe dan ook gecorrigeerd. En de vraag is of u vanavond dan toch al wel de eerste bespreking over het bermbeheerplan wil voeren, of dat u zich naar huis schuift, die dan ook maar door naar de volgende keer. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de agenda van vanavond, dus vandaar dat ik het toch bij dit agendapunt, vaststelling van de agenda, met u deel. Wie wil daar iets over vinden? Want u heeft zich inderdaad wellicht voorbereid op een inhoudelijke behandeling van het bermbeheerplan en niet zozeer misschien op de financiën. Ja, gaat u gang. De heer Slomp, zie ik zijn vinger opsteken als eerste. Ja. Dank u wel. Onze voorkeur gaat uit naar gewoon inhoudelijk behandelen en dan in januari de financiële verwerking doen. Het is voorbereid. Er zijn wellicht mensen op de publieke tribune geïnteresseerd in het onderwerp. Die zouden anders ook met een drup aan de neus zitten, dus dat zouden we zonde vinden. Helder. En allebei kan de toets kritiek doorstaan, hè? Want allebei leidt dat uiteindelijk in januari tot een zorgvuldige verwerking van dit hele voorstel. Ik zag ook nog anderen. Ik zag mevrouw Vissering. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan voor de eerste optie. We vinden het belangrijk als we stukken gaan behandelen in de raadsvergadering, dat we de juiste stukken voor ons hebben. En bovendien hebben wij steeds aangegeven dat wat betreft de financiële paragraaf met het bermbeheerplan, dat daar voor ons nog wel wat over op te merken valt. Dus juist die cijfers zijn voor ons heel belangrijk. Ook een helder statement. De heer Soppen, zag ik.
wij sluiten ons bij de heer Slomp aan. Wij gaan voor inhoudelijke behandeling vanavond. Dank u wel. Andere, de heer Hoedemaker, zie ik. Mevrouw Juist dan. Ja, wat mij betreft behandelen we hem hier inhoudelijk. En ik hoor graag van de wethouder of die al een enige prognose, een beetje een doorzicht kan geven als het gaat om de financiële bijstelling. Dat kan niet. Verklap ik nu alvast. Mevrouw Driehuis. Daar sluit ik me volledig bij aan. Dank u wel. De heer Heling. Ja hoor, wij sluiten ons ook aan bij het voorstel van de PvdA, dus ook nu inhoudelijk behandelen. Dank u wel. De heer Bouwers. Daar sluiten wij ons ook bij aan. Goed, dan denk ik dat de conclusie helder is. Dan hebben we vanavond de behandeling van zowel 7-1 als 8-1. En dan komen we op het onderwerp ook nog een keer terug in januari. Dus dat moet u dan ook nog enigszins troosten, mevrouw Vissering. Dan kunt u er zelfs twee keer over spreken. Goed. Zijn er nog andere opmerkingen over de vast te stellen agenda? Zo niet. Nog stellen. Dan zijn we bij de besluitlijst van de gemeenteraadsvergadering van 12 november. De jongstleden. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Dat is conform besloten. Dan zijn we bij de voorgestelde wijze van afdoening. Is iemand daarover het woord te voeren? Ook dat is niet het geval. Dan is conform die voorgestelde afdoening besloten. Goed. Dan zijn we bij het blok besluit te nemen besluiten. De hamerstukken. Als eerste. U weet, ik draag dat toch maar eventjes voor. Welke zes dat zijn, zodat ook voor het nageslacht maar vast ligt waar we het over hebben. We hebben het over een voorstel in zaken het verlengen van de termijn van het gemeentelijk riolingsplan. Voorlopig gemeentelijk riolingsplan. We hebben het over een voorstel in zaken de duurzaamheidsvisie samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst. We hebben het over een voorstel in zaken de decemberwijziging 2019. Financieel van aard. We hebben het over voorstel in zaken het controleprotocol en norm- en toetsingskader 2019 idem dito. We hebben het over een voorstel van de werkgeverscommissie in zaken het opnieuw vaststellen van de verordening werkgeverscommissie en het intrekken van delegatiebesluit werkgeverschap raad aan de werkgeverscommissie. En we hebben het, last but not least, over een voorstel van het seniorenconvent in zaken de fractiebudgetten 2017 en 2018. Na de commissievergadering is besloten dat dit met een hamerslag kan worden afgedaan conform de voorstellen bij deze besloten. Dan zijn we bij 7-1, een stuk waar een korte stemverklaring voor is geboden, op verzoek. En u weet, iedereen mag dan vervolgens natuurlijk die korte stemverklaring ook afgeven. Ook al is het niet degene die erom verzocht heeft. Het gaat over het voorstel van BMW in zaken de financiële verwerking van de ontwikkeling in de programmabegroting 2020. En misschien gaat de stemverklaring ook wel over het zojuist al gememoreerde bermbeheersplan. Dus daarom kijk ik als eerste naar de fractie van de VVD. Mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen inderdaad instemmen met het voorstel zoals het hier is. Alleen we hebben de vorige keer bij de commissie ook al de opmerking gemaakt dat dat met uitzondering van de consequenties van het bermbeheerplan is. En ik begrijp net dat we die dus 28 januari gaan bespreken, dus dat daar eventueel een wijziging nog opkomt. Financiële wijziging, ja. Dank u wel voor deze stemverklaring. Met de uitzondering op de goedkeuring. Zijn er anderen die gebruik willen maken van de mogelijkheid van stemverklaring over dit agendapunt? Nee. Dan is met inachtneming van het zojuist verklaarde dit voorstel aangenomen. En dan zijn we bij dat 8-1 agendapunt. Het eerste van een viertal bespreekpunten. Het eerste voorstel ter bespreking is dat bermbeheerplan. Ik stel voor dat u meteen maar doorgaat als VVD-fractie met dit onderwerp. Mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. We hebben dit stuk dus voorbereid op de stukken zoals dat er lag. Dus als er nog wijzigingen zijn in de kosten of dergelijke, dan zal ik dat straks horen. Onlangs in de commissievergadering hebben we dit bermbeheerplan al aan de orde gesteld en we hebben verschillende vragen gesteld over kost en beleid. We hebben een vrij technisch antwoord ontvangen op deze vragen, wat nog niet heel veel duidelijkheid geeft.
Voor de goede orde en om hierover geen misverstanden te laten bestaan, we zijn voor ecologisch bermbeheer en voor de biodiversiteit. We willen alleen de wijze waarop dit uitgevoerd wordt en de kosten die hieraan verbonden zijn en ook de investeringen ter discussie stellen. Dat gaat dan om drie punten. De investering voor de maaizuigcombinatie van 170.000 euro, de kosten van 35.000 euro voor de natuurterreinen en de betaling van de boeren die het onderhoud uitvoeren via de Stichting Bloeiend Landschap. De investering voor die maaizuigcombinatie van 170.000 euro, daar vragen we ons af waarom er direct geïnvesteerd wordt in eigen materieel zonder dat de uitkomsten van de pilots bekend zijn. En waarom gaan we niet eerst 1 of 2 jaar het onderhoud uitbesteden, daarna evalueren en als het succesvol lijkt, gaan we de investering van 170.000 euro doen. We horen graag van de wethouder of die optie haalbaar is. De kosten voor het natuurbeheer van de twee natuurterreinen, totaal 23 hectare, bedraagt 35.000 euro per jaar. Eén wordt 2 keer per jaar gemaaid, één van de natuurterreinen, en de ander middels beweiding met schapen onderhouden. De kosten voor het beheer met alleen maaien zijn volgens de kennis erg hoog. Maar de kosten voor het beheer met bewijding zijn hieraan gelijkgesteld en in onze ogen lopen deze nog veel meer uit de pas. Ook is ons aangegeven dat het vinden van het schapenhouden erg moeilijk is. De vraag aan de wethouder is de wethouder bereid de kosten voor het beheer van de twee natuurterreinen nogmaals onder de loep te nemen? En de VVD-fractie heeft inmiddels een schapenhouder bereid gevonden om hier in ieder geval eens naar te kijken. Ten derde hebben we vernomen dat de uitbetaling van de boeren of de agrariërs die de bermen onderhouden via de Stichting Bloeiend Landschap loopt. Waarom is hier een stichting tussen gezet? Van wie is de stichting en wie houdt hier zicht op? Allemaal vragen waar we graag nog een antwoord op krijgen van de wethouder. Het is duidelijk dat we voor ecologisch bermbeheer zijn. We gaan alleen niet tekenen bij het kruisje, ook al gaat het zo goed met de gemeente Coevorden. Ik dank u wel. Ik steek over naar de BBC-fractie. Ja, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dit bermbeheerplan 2019-2023 is een duidelijk en helder rapport. Hiermee kan de fractie van BBC 2014 daar ook prima mee instemmen. Wel lijkt het mijn fractie wenselijk om draagvlak bij boermarken, CQ boeren, te creëren en zullen afspraak gemaakt moeten worden met deze partijen, zodat zij niet op voorhand langs de percelen de bermen gaan maaien. Tevens wil mijn fractie de wethouder graag meegeven om te zorgen voor een goede afstemming tussen de uitvoerders en het maaien en de werkgroepen in de verschillende dorpen. Dankjewel. Nou, dankjewel voor deze kernachtige bijdrage. Dat brengt ons bij de volgende fractie. Wie mag ik daar het woord geven? De heer Heerling, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Als je fijn wordt geholpen bij het gemeenteloket, als je huisvuil netjes wordt opgehaald voor een redelijke prijs, als de straat regelmatig geveegd wordt, als de lantaarnpalen branden als het donker is en als het gras regelmatig gemaaid wordt, dan moet je als inwoner meer dan tevreden zijn over het functioneren van de gemeente waar je woont. We weten hier met elkaar best dat er heel wat meer nodig is om een goede gemeente te zijn, maar genoemde voorbeelden zijn wel belangrijke visitekaartjes. Eén van die visitekaartjes, het groenbeheer en met name het bermonderhoud, ligt vandaag voor. We gaan op de ecologische tour. Een ambitieus plan. Vooral de abundantie van insecten trok mijn aandacht. Het verschralen van bermen om te komen tot een grotere soortenrijkdom is het streven van nieuw bermbeheer. Her en der in de gemeente lopen pilots met als gevolg bloeiende bermen en hier en daar wat gemopper. Maar daar zijn het ook pilots voor,
Maar de gemeente moet, volgens onze fractie, wel de regie houden over deze pilots. Het nieuwe plan mag ook wat kosten. Ruim 500.000 per jaar. De portefeuillehouder moet toch eens op zoek gaan naar een schapenboer die geen geld vraagt, maar geld betaalt voor het weiden van schapen. En het afvoeren van bermaaisel zou toch op een kostenneutrale manier moeten kunnen? Zelf composteren is 2 keer milieuwinst, dunkt me. Ik weet dat andere overheden hier knellende regels over hebben, maar de wethouder moet toch maar eens een balletje opgooien bij de provincie, volgens onze fractie. En wat levert het ons op? Meer woongenot? Een kwalitatief betere leefomgeving voor plant en dier? Zeker, heel belangrijke zaken. Maar we moeten uitkijken dat er wel draagvlak blijft en waar dat er nog niet is, dat het draagvlak ontstaat. Daarom roepen we op om je goed, helder en genoeg over te communiceren met eigenaren van aanliggende percelen over maaibeleid en te gebruiken bermenmengsels. Een ander aandachtspunt is volgens onze fractie verkeersveiligheid. Als ik u vertel dat het aantal verkeersslachtoffers in Nederland al een paar jaar niet meer daalt, dan is dat misschien geen nieuws. Maar als je bedenkt dat de plaats waar de ongevallen plaatsvinden verschuift van rijkswegen naar provinciale en gemeentelijke wegen en zeker naar fietspaden, dan ligt er bij onze gemeente een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om onoverzichtelijke situaties te voorkomen en overhangende begroeiing naast toch al veel te smalle fietspaden te voorkomen. Dat is ook bermbeheer. Wij zijn als fractie bijzonder nieuwsgierig naar de resultaten over een paar jaar. We hopen dat de bevolking van Coevorden dan net zo enthousiast is als de deelnemers van de pilots van nu. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we met de heer Kamps en de heer Heling aan deze kant klaar. Dan kijk ik naar de andere kant. Mevrouw Driehuis, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik het tot een goed einde breng, zonder erin te blijven. Geachte voorzitter, leden van de raad, toeschouwers. In juli 2017 dienden wij als PAK, ondersteund door D66, een motie bermbeheer Coevorden in. En in die motie droegen we het college op om te komen tot een concreet bermbeheerplan voor de gemeente Coevorden, waarbij ecologisch bermbeheer het uitgangspunt was. Dat stuitte op dat moment nogal op wat weerstand. Want bermen zouden een rommeltje worden. En door het lage niveau bermbeheer was dat al enigszins. Er was tegenstand vanuit de agrarische hoek. Want wat als al die wilde zaden ineens allemaal die akkerlanden op zouden waaien. En mensen zaten niet te wachten op rommelige bermen waarbij het gras tot je knie, soms tot je heup zou groeien. Want dat was alleen maar gevaarlijk. En men wilde ook niet alleen maar onkruid. Op die bewuste vergadering gaf de wethouder aan dat hij wel naar wilde kijken of ecologisch bermbeheer in de gemeente überhaupt zou kunnen en wat de kosten hiervan dan zouden zijn. Hij zou het laten onderzoeken of het gefaseerd eventueel zou kunnen worden ingevoerd en tevens dus inderdaad naar die kosten, de middelen en de mankracht die nodig waren. Excuus. Onder die toezeggingen hebben we toen de tijd, die toen de tijd dicht in de buurt kwamen van onze motie, en omdat andere partijen aangaven de motie zeker niet te willen steunen, hebben we besloten hem aan te houden. En ik werd daar iedere keer als ik mijn computer opstartte weer aan herinnerd, want daar kwam die weer, aangehouden motie bermbeheer. Wij als PAK hebben het bermbeheer nooit laten rusten. En we hebben het, al dan niet ondersteund door andere partijen, ook weer vaak op de agenda gezet. Zo werden er op een gegeven moment pilots gestart, waarbij een aantal dorpen zich zouden kunnen aanmelden om in navolging van Benneveld zeg maar zelf een stuk ecologisch beheer van de bermen te gaan oppakken. En het werd een belangrijk onderdeel van het raadsakkoord onder de noemer duurzaamheid. Want als raad hebben we toen de tijd de opdracht gegeven aan het college om beleid te ontwikkelen voor het vergroten en behouden van de biodiversiteit. En ecologisch bermbeheer heeft daar een grote rol in. En zie hier het resultaat, het ligt er. En wij als PAK zijn er erg tevreden mee.
We zijn blij dat het college samen met ons van mening is dat we moeten zorg dragen aan een prettige leefomgeving. En daarnaast is het van belang dat we ons realiseren dat we zuinig met onze leefomgeving moeten omgaan. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze leefomgeving. En het levert ook nog eens een grote bijdrage aan het tegengaan van ongewenste effecten, zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Het plan geeft op heldere wijze weer waar we wel en niet met deze vorm van beheer kunnen overgaan en op welke manier we dat dan kunnen doen en wat de uiteindelijke effecten kunnen zijn. We zijn ook blij dat de pilots, waarvoor we in 2018 hebben gepleit, veel waardevolle informatie hebben gegeven waarmee we nu verder kunnen. Het aantal dorpen dat zich heeft aangemeld was zelfs groter dan voorzien en wij willen hen bedanken en complimenteren voor het oppakken van deze taken. Uw bijdrage heeft geholpen om dit plan verder te optimaliseren en daarbij gaat natuurlijk ook de dank uit naar Binnenveld, die hier een enorme voortrekkingsrol heeft gespeeld. Wel willen we het college 3 punten meegeven. Zorg voor draagvlak, want niet bij iedereen is het al ingedaald dat dit echt wel ook een bijdrage gaat leveren aan die duurzame omgeving. Er zijn nog steeds heel veel mensen die alleen maar onkruid zien. En daar is gewoon geen sprake van. Dus zorg voor draagvlak. Ook bij al die agrariërs die er misschien nog tegenaan hikken. Blijf aansluiting zoeken bij al die dorpen die meedoen aan die pilots. Er is inmiddels zoveel kennis, ervaring en kunde bij deze groepen. Wissel dat uit, want ook binnen de gemeente is die kennis er. En zorg dat we dat uitwisselen en benutten van elkaar. Samenwerking is enorm belangrijk. Deelkennis. Ook vragen we het college goed te kijken naar het afzetten van het maaisel. Laat maar. Het feit dat we tegenwoordig het maaisel dichter bij de bermen mogen afzetten en bij boeren eventueel zouden kunnen onderbrengen voor compostering, zou heel erg mooi zijn. Dat betekent dat we kosten kunnen besparen en dat we niet ver hoeven wegbrengen. Dus ook daar vragen we het college nog eens goed naar te kijken. Wat betreft de niet juiste financiële cijfers, we horen graag van de wethouder zo dadelijk alle ins en outs. En zullen dat dan weer meenemen in de bespreking in januari. Dank u wel, mevrouw Driehuis. De heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Driehuis heeft al letterlijk heel wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik kan het kort houden. Voorzitter, tot voor kort werden de bermen ruksigloos gemaaid, want het moest kort. En dat was funest voor flora en insecten. Bij het maaibeheer lag het accent meer op kostenefficiëntie op de korte termijn dan op het behoud van biodiversiteit op de lange termijn. Gangbare maaimethode is klepelen. Een klepelmaaier hakselt de vegetatie fijn en de verhakselde plantenresten blijven liggen en composteren. Dat leidt tot de toename van de voedselrijkdom op de bodem, waardoor er uiteindelijk in de berm alleen nog maar plek was voor grassen en ruigteplanten, zoals grote brandnetel en fluitenkruid. In een overgangsperiode van 3 jaar wordt er nu overgestapt op de nieuwe manier van beheren. Winst voor de ecologie, winst voor de toerist en de bezoeker en winst voor de biodiversiteit en de natuurlijke bestrijding van plaagdieren in bomen en landbouwgewassen. Maar laten we vooral de inwoners niet vergeten, want wat begon als een klein project in Binnenveld is uitgegroeid tot een nieuwe werkwijze voor de hele gemeente Coevorden. En dat is winst voor het burgerinitiatief. Vandaag besluiten we toch eigenlijk ook wel over de kosten van het nieuwe beleid. En hoe hoog die dan zijn, daar zal de wethouder ons zometeen een doorkijken in geven. Maar zelfs al zouden ze zijn op het niveau wat we tot voor kort nog dachten, dan zijn de kosten maar klein in vergelijking met het totale beheer voor budget voor het beheer van infrastructuur. En daar krijgen we ontzettend veel voor terug. Voor D66 is het daarom een no-brainer. Of toch misschien niet helemaal. Want de extra kosten, dat werd zojuist ook al gememoreerd, gaan vooral zitten in de stortingsrechten op het vuilstort. En daarom verdient het in onze ogen onderzoek om te bekijken of deze structurele kosten toch omlaag kunnen. Enerzijds omdat de hoeveelheid maaisel zal afnemen in de loop der tijd en er dus steeds minder gestort wordt. En anderzijds omdat het bermaaisel
ook kan dienen als grondstof voor producten of voor boeren in de buurt een waardevolle compost kan zijn. Dank u wel. Dank u wel. En dan ga ik naar de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een duidelijk stuk, een helder stuk, wat voor ligt. En ook inderdaad veel draagvlak heeft bij de aanliggenden. En dat is een goede zaak, want daar moet het beginnen. Ik moet eerlijk zeggen, wij in het begin, in de vorige keer ook, keken wij daar wat anders naar als op dit moment. Als ik zie wat er dan inderdaad in Benneveld gebeurt en hoe zich dat daar ontwikkelt, is het een goede zaak om naar de toekomst op deze manier daarmee om te gaan. Waar wij dan wel problemen mee hebben, maar in ieder geval het onderhoud van die fietspaden, want dat zagen we bij Benneveld ook, het overhangend gras naar de fietspaden, op de fietspaden worden steeds smaller. Ja, en dat, ik denk dat de wethouder daar nog eens goed moet naar kijken, dat wat vaker bijgehouden wordt. Het zicht een klein beetje kwijt, maar het komt weer, komt goed. Het afzetten van het maaisel, dat is ook inderdaad dat hoeft geen probleem te zijn, maar wij hopen ook dat ook naar de middagradius goed opgelost zou kunnen worden. En ik hoop dat de wethouder daar ook nog de nodige aandacht aan kan besteden. En wat betreft de financiën wachten wij nog even af wat de wethouder daar straks inbrengt. Verder is het voor ons een goed voorstel. Dank u wel. Mevrouw Jaspersen. Dank u wel. Wij kunnen hier kort over zijn. Het is een prachtig plan dat bijdraagt aan de vergroting van de biodiversiteit, vergroting van de landschapsvariatie, maar ook aan de verhoging van de esthetische waarde. Door het benutten van bermen als ecosysteemdienst kan een bijdrage geleverd worden aan bestuiving door de toename van onder andere bijen, het voorkomen van plagen zoals de eikenprocessierups. Het heeft een recreatieve waarde, draagt bij aan de stabiliteit van de bermen en aan het behoud van de afwateringscapaciteit. Voor ons is het wel van belang dat er ruimte blijft voor de dorpen om het bermbeheer op de eigen manier uit te blijven voeren. Maar zoals wij in de commissie hebben vernomen van de wethouder, blijft het uitgangspunt om hier ruimte aan te geven. Als lokale omstandigheden zo zijn dat een andere benadering beter is, dan is dit in overleg mogelijk. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En zoals net ook door andere partijen is gezegd, zorg voor draagvlak en maak gebruik van de kennis van de al lopende pilots. Wij kijken uit naar het resultaat. Dank u wel. Ik dank u wel. Daarmee hebben alle fracties in eerste termijn hun zegje over dit onderwerp gedaan. Is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. En allereerst richting raadsleden. Dank voor het toch willen behandelen, ondanks de verwarring. Overigens een verwarring ook. Het is altijd vervelend als er een fout in staat. Dank voor de oplettendheid. Ik heb begrepen dat ik ons later vanavond, naar alle verwachting te installeren, raadslid, dat we die vooral moeten bedanken voor zijn opmerkzaamheid. Dat gaf de heer Sop ook nog aan, eer wie eer toekomt. Maar volgens mij was de heer Sop een meer dan kundig boodschapper in dit geval. Misschien als het gaat over die kosten, meteen even de duidelijkheid. In totaal in de situatie zoals in het raadsvoorstel staat wat u tot nu toe voor u heeft liggen, staat €489.000 aan kosten. Daarvan hebben wij al binnen de begroting €349.000 beschikbaar. Dat betekent dus een extra van €140.000. En in de nieuwe situatie, na herrekening van de tabel en wat correcties, komen we op totale kosten van €414.000. En dan komen we dus op extra kosten van €65.000, omdat hetzelfde bedrag natuurlijk nog steeds al beschikbaar was in de begroting. Dus het is een niet onaanzienlijk voordeel wat dat betreft. Dan naar de inhoud. Nou, dank in ieder geval voor de brede steun.
Mevrouw Driehuis verwees al uitgebreid naar de geschiedenis. En volgens mij hebben wij in de raad hetzelfde gezien wat we eigenlijk ook nu binnen de samenleving zien. Dus volgens mij is uw raad nog steeds een goede afspiegeling van die samenleving. Namelijk een ontwikkeling van, nou, sommige fracties een beetje huiverig nog. Eigenlijk is het gewoon heel erg goed dat dit gebeurt. En vooral als je dat doet op een manier, en daar verwezen al diverse partijen naar, dat je ervoor zorgt dat die pilots in de dorpen, dat die de ruimte krijgen. Dat je ook zorgt dat, dat degenen die nog wat minder enthousiast zijn, of degenen die bepaalde beelden hebben wat de gevolgen kunnen zijn van zo'n verschraalde berm. Wat dat bijvoorbeeld voor hun eigen land of voor hun aangrenzende woningen en tuinen voor gevolgen heeft. Volgens mij is dat gewoon en blijft dat belangrijk dat je daar op een goede manier mee omgaat. Dus al diegenen die daar hun de wens hebben uitgesproken dat dat zo blijft. En zoals mevrouw Jaspers afsloot, ook dat dorpen nog steeds de ruimte blijven houden. Want dat is absoluut de bedoeling, dat gaat gewoon ook gebeuren. Dan de vragen van de VVD, zou ik maar mee beginnen. Daar was de eerste vraag van, ja, waarom investeren we nou direct in de maaizuigcombinatie en wachten we niet nog 1 of 2 jaar op die pilots? Nou, dat is eigenlijk omdat, zoals u ook heeft gezien, heel veel van de bermen hebben wij nog zelf in beheer. En als we dan die slag willen gaan maken naar een ecologische bermbeheer, dan moet je dat ook gewoon meteen al gaan doen in de bermen die je zelf in beheer hebt. Ja, en dan heb je toch wel echt die eco-maai-zuigcombinatie voor een aantal grote oppervlaktes heb je die goed nodig. Daar kun je nog 2 jaar mee gaan wachten, maar dat betekent ook dat je effect wat je kunt bereiken qua verschraling en qua verhoging van de biodiversiteit ook 2 jaar vooruit schuift. En wij hebben er niet voor gekozen om dat te doen. Wij denken dat dat beter is om dat wel meteen te doen. Vraag 2 was het onderhoud van de natuurbeheerterreinen. Waarvan de VVD-fractie aangaf, die kosten zijn wel erg hoog. En daarbij de vraag van, wil de wethouder die nogmaals onder de loep nemen? Nou, wij willen er altijd nog een keertje naar kijken. U krijgt een gewijzigd plan. Ik heb niet de indruk dat hier nog heel erg veel ruimte in zit om dat naar beneden bij te gaan brengen. Omdat wij gewoon rekenen met bepaalde aannames vanuit het, ja, dat wordt misschien heel technisch, maar vanuit het handboek groen, alom geaccepteerd. Die moeten we denk ik ook hanteren om een beetje objectieve criteria te hebben. En dan komen we hier op uit. En de derde vraag, de Stichting Bloeiend Landschap. Waarbij, als ik misschien de vraag achter de vraag goed beluisterde, de VVD-fractie nog wat zorg heeft van, moet daar nou wel zo'n stichting nog tussen zitten, kan dat niet rechtstreeks? Mijn beeld is dat dat juist is gebeurd omdat een aantal uitvoerders van de pilots dat toch wel een goede manier vonden om de krachten te bundelen. En dus is er een gezamenlijke stichting opgericht. En van wie is die dan? Nou, volgens mij gaan daar dus ook die gezamenlijke pilots in dat geval over. En kunnen ze dus ook samen daar de juiste richting bij aangeven. Nou, de BBC-fractie wees net als velen over het maken van goede afspraken en het bieden van goede afstemming. Ik denk dat dat inderdaad, zoals ik al eerder zei, dat het gewoon cruciaal is om dat te gaan doen. Dan het bermmaaisel, daar stelde het CDA een vraag over, maar heel veel andere fracties ook. En de constatering is terecht dat ja, daar zitten nogal wat kosten in. De CDA-fractie geeft ook aan van er zijn op dit moment wat knellende regels als het gaat om wat je kunt met dat bermmaaisel. En de oproep, als ik hem goed heb begrepen, is van probeer daar vooral wat aan te gaan doen. Nou, ik weet dat ik niet de enige portefeuillehouder ben in Drenthe die opdracht heeft gekregen. En dat daar ook in bredere VDG-verband naar gekeken wordt. Want volgens mij zou het ons allemaal een liefding waard zijn als we daar op een wat betere manier van af zouden kunnen komen en ook denk ik nog wel een wat groenere, wat duurzamere manier dan op dit moment gebeurt. Dan de PAK-fractie, volgens mij heb ik uw punten behandeld en dank overigens voor de terugblik nog eventjes. En ik
Ik dacht even dat u zou gaan eindigen, dat u nu toch eindelijk dan de aangehouden motie kunt verwijderen van het staatsscherm. Of misschien wel als mooie blijk van kijk, dat hebben we toch voor elkaar gekregen. Dan staat u vrij om te houden. Mevrouw Siebe. Dank u wel. U had het net over de stichting, hè, Bloeiend Landschap. Wij stelden ook de vraag van wie houdt daar zicht op? Wie houdt dat in de gaten, hoe dat gaat? Het is een, niet hoe de stichting het onderling regelt. Hoewel wij ook in het kader van de uitvoering van de pilots ook als gemeente geregeld contact hebben. Maar er wordt uiteraard gewoon een subsidie aan verstrekt. En die moet ook verantwoord worden. Dus dat toezicht dat zit gewoon bij de gemeente. Mag ik nog een andere vraag stellen? Dan nog de vraag over die natuurterreinen. Hè, jullie hebben die kosten voor die twee terreinen. De ene wordt gemaaid en de andere lopen schapen op. Die hebben jullie even hoog gezet. Maar ik neem aan dat als de schapen oplopen, dat het niet zoveel kost als dat je het maait. Ik zou de aanname op dit moment niet kunnen ondersteunen. Nou, ik zou het heel graag willen weten. Dat kunnen we altijd nog nagaan. Tot slot nog één vraag over de eerste punt die ik heb gevraagd over die maai-zuigcombinatie. Want u zegt van ja, we hebben die berm in eigen beheer. Dus we gaan dat ook zelf uitvoeren. We moeten wel investeren. Maar je kunt toch ook zeggen, we gaan die bermen 1 of 2 jaar eerst uitbesteden. Dus wel het ecologisch bermbeheer toepassen, maar niet zelf de investering doen. Dat zou een keuze kunnen zijn, maar volgens mij gaat het daar niet per definitie goedkoper van worden. Want volgens mij hebben wij ook nu gewoon al mensen die de bermen beheren. En die mensen die hebben wij in dienst, die blijven wij ook in dienst houden, tenzij uw voorstel een andere zou zijn. Dan zou u mij denk ik wel op uw pad sowieso treffen. Dus volgens mij die kosten die hebben we, die mensen, en dat merk ik en dat vind ik ook heel erg mooi om te zien, juist bij onze medewerkers zie ik ook een hele grote wens, een hele grote bereidheid om mee te doen met ecologisch bermbeheer. Er worden ook volop ideeën aangedragen. Dus ik denk dat dit gewoon de juiste keuze is als wij dat zelf gaan doen. En nogmaals, ik denk niet dat het goedkoper gaat worden als we dat gaan uitbesteden. Maar goed, die bermen die worden nu 1 of 2 keer gemaaid. Ik vrees dat het nu een beetje te technisch wordt, mevrouw Siebe. Don't push your luck, zou ik bijna zeggen. U heeft nu 3 vragen kunnen stellen. Ja, gaat maar zitten. En deze blijft wel branden, voorzitter. De heer Hoedemaker, ik dacht even van hier kunnen we mooi op inhaken, op dat gras voor de voeten wegmaaien. Maar dat deed u zelf al met het kort houden daarom. Nou, dat gaan we dus niet meer doen, dat kort houden. Behalve, en dat sluit ook aan bij een aantal opmerkingen die gemaakt zijn, doe dat vooral wel op die plekken waar de verkeersveiligheid anders in het geding komt. Nou, volgens mij is dat vanzelfsprekend. En ziet u ook overal dat wij meterstroken sowieso hebben opgenomen. Waarin we juist vanwege die verkeersveiligheid wel zorgen dat er vaker gemaaid wordt. Volgens mij heb ik dan alle vragen beantwoord. Volgens de heer Heerling niet. Ja, dank u voorzitter. Het is eigenlijk een vraag naar aanleiding van de opmerking. Zou er niet een soort van meldpunt kunnen komen voor gevaarlijke punten en gevaarlijke situaties? We hebben als gemeente hebben we een meldpunt waarbij niet alleen dit soort situaties gemeld kunnen worden, maar daar kunt u ook de losliggende stoeptegel en al dat soort zaken kunt u melden. En de ervaring is dat onze medewerkers daar altijd heel snel op reageren om dat soort problemen te verhelpen. Dus dank voor deze gelegenheid om dat extra onder aandacht te brengen, want volgens mij moet iedereen dat vooral ook doen. Mag nog een vraag stellen? Als het over het onderwerp bermbeheerplan gaat wel. Dat gaat het. Afspraken met eigenaren van aanliggende percelen, is daar al een plan voor? Hoe is die communicatie geregeld? Of? Nee, daar is nog geen plan voor. Ik weet bij de pilots gebeurt dat.
Volgens mij begon u zelf met het leidt tot bloeiende bermen. Dat is het mooie, af en toe ook wat gemopper. Nou, daar zit dan een verbeterpuntje. Dat zit hem ook vaak juist op die communicatie. Dus volgens mij vallen daar nog mooie dingen te gaan doen. En terecht, ik weet niet vanuit welke fracties dat werd aangedragen, maar dat werd een aantal keer meegegeven. Blijf vooral ook communiceren hierover. En zorg voor voldoende draagvlak. Dus dat geldt denk ik heel breed. En niet alleen voor de eigenaren van de aanliggende percelen, maar voor iedereen. Maar er zal wat extra aandacht moeten uitgaan naar juist die eigenaren van aanliggende percelen. Daar zijn we het helemaal over eens. Maar er komt dus nog een aparte communicatieplan voor dit bermbeheerplan. Of we daar een communicatieplan voor moeten schrijven, maar daar moeten we wel voldoende aandacht aan besteden in de communicatie. Ja. Goed, dames en heren, dank. Ik hoorde de wethouder net al zeggen dat hij het idee had dat hij in de eerste termijn klaar was. Ik kijk even of er behoefte bij u bestaat voor een tweede termijn. Of hebben we nu alles wel gezegd? Ik zie in ieder geval één belangstellende. Ik ga wel even het rondje rond zoals we begonnen zijn, maar zien we niet meer. Deze kant, meneer Kamps nog, behoefte aan een tweede termijn? Nee. Alleen ook niet. Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de wethouder wel een beetje gelijk heeft als hij zegt van ja, de motie is eigenlijk zo'n beetje uitgevoerd. Dat klopt ook wel, want ik heb hem er voor me liggen. En eigenlijk heeft u, zonder dat hij toen de tijd is aangenomen, de motie volledig uitgevoerd. Dus hoef ik hem niet meer aan te houden en kan ik hem officieel intrekken. Dus bij deze. Dank u wel voor deze administratieve opschoning. Anderen nog in tweede termijn van dit onderwerp? Zo niet, dan... Denk ik dat de heer Huizing ook niet weer terug hoeft te komen. Ik stel u gehoord de beraadslaging het volgende voor. En gezien het feit dat inmiddels 7-1 de begrotingswijziging, inclusief de foute aannames over het Bermeerplan, is aangenomen. Dat heeft u zojuist gedaan. Dat ik u nu voorleg om te besluiten de punten 1, 2, 3 en 6. Daar staan geen getallen. Die zijn altijd waar, hè? Dus deze 1, 2, 3 en 6, en die liggen ook in lijn met hoe u erover gesproken heeft. En de punten 4 en 5 die gaan over de financiële verwerking, dat wordt dus volgende keer in januari geregeld. Ik kijk even naar de publieke tribune of deze manoeuvre technisch gezien ook tot de mogelijkheden behoort. Dan moet er heel snel worden nagedacht, maar mij leek het verantwoord, zodat u niet de suggestie wekt met het besluit wat de punten 4 en 5 nog wel omvat. Ja, dat er twee tegenstrijdige uitspraken op tafel liggen. 1, 2, 3 en 6 zouden dan de besluitpunten zijn en de punten die vervallen. Want volgens mij inmiddels niet meer nodig. Het budget voor het onderhoud na de invoeringstermijn van 3 jaar structureel met 140.000 te verhogen. Dat is dus een foutgetal. Dat wordt volgende keer gecorrigeerd in het overzicht in de begrotingswijziging. En het andere punt wat dan vervalt is het punt wat gaat over de invoeringstermijn. Waarin het budget voor 2020 met 80.000, voor 2021 aanvullend met 30.000 en 2022 aanvullend met 30.000 wordt verhoogd. Tot een totaal in 2023 van 140.000 euro. Volgens mij hebben we met elkaar gewisseld dat dat dus inderdaad niet de goede getallen zijn. Wat erin komt te staan en hoort te staan, dat komt in januari op de agenda. Dat zijn de juiste begrotingsgetallen. En de inhoudelijke richting die u wilt vastleggen, die zit in de punten 1, 2, 3 en 6. Ja? Zullen we dat dan zo doen? Dan hebben we in ieder geval zo min mogelijk kans dat er onduidelijkheid bij dit specifieke agendapunt bestaat. Als iemand later gaat opzoeken hoe is er over dat Bermbeheerplan gesproken, dan is dat dus nu 1. Kennis te nemen van het rapport. 2. In te stemmen met het toepassen van de genoemde beheertypes zoals verwoord in hoofdstuk 5 van het rapport. 3. Na een invoeringstermijn van 3 jaar jaarlijks uitvoering te geven aan de maatregelen deze periode aan te passen aan de uitkomsten van de pilots. En 6. De noodzakelijke investeringen in materieel verwerken. Na besluitvorming omtrent het programma, begroting is natuurlijk al gebeurd. In het meerjaren investeringsprogramma en laten wij tot uitdrukking komen in de halfjaarreportage 2020. Die kan u nog tegemoet zien. Dat zou dan het besluit zijn wat ik u voorleg. Kunt u daarmee instemmen? Mevrouw Siebe? Ik heb er een beetje moeite mee dat we nu gedeeltelijk dit gaan vaststellen. Op een aantal punten. Maar goed, dat hebben we net ook al aangegeven. Dat wij liever het plan in het geheel behandelen en niet een aantal onderdelen. Juist om het zuiver te houden. Maar de rest van de fracties geeft aan dat ze dat wel willen. Dus dan stemmen we daarmee in.
Dank u wel. Nou, ik heb ook de portefeuille er in deze inbreng, in zijn inbreng in deze termijn, andere getallen horen noemen. Dus vandaar ook dat ik denk, ja, er kan geen misverstand bestaan over welke getallen we het hebben. En er wordt de volgende vergadering invulling aangegeven in de begrotingswijziging. Dus dan is het volgens mij een sluitend verhaal, wat geen misverstand meer hoeft op te roepen. Dus vandaar. Andere opmerking nog over dit gevraagde besluit? Zo niet? Kunnen we dan zo besluiten, conform? Ja? Al dus besloten. Dank u wel. Dan zijn we bij het agendapunt waar een aanzienlijk deel van de publieke tribune, denk ik, ook specifiek voor is gekomen. Het voorstel, tweede bespreekpunt, het voorstel van het college in zaken de vaststelling van de bestemmingsplan zonne. Vorige keer in de commissie met insprekers uitvoerig al aan de orde geweest. Dus hoeven we dat niet dunnetjes over te doen. Maar er valt natuurlijk nog wel het een en ander over te zeggen, ongetwijfeld. We hebben de nodige fracties een inbreng daarover voorbereid. Wie mag ik het woord geven? Ja, de heer Soppen. En dan de heer Stoker. En dan gaan we zo wel verder. De heer Soppen, gaat u gaan. Dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel Zonneaker-Haasdijk. In de structuurvisie 2013-2023 zijn toentertijd een aantal locaties voorgesteld, waaronder de locatie bij Sleen. Oktober 2016 heeft de initiatiefnemer Solar Proactive contact gehad met dorpsbelangen Sleen voor het beleggen van een informatieavond. De eerste informatieavond heeft plaatsgevonden in april 2017. Onze fractie vindt dat de initiatiefnemer vanaf deze datum tot aan het raadsvoorstel, wat er nu ligt, het participatieproces goed heeft doorlopen. De inwoners zijn tijdig geïnformeerd door informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook voldoende mogelijkheden geboden om te participeren in het project. Postcode Roos, coöperatie, goedkope inkoop van panelen zijn een aantal voorbeelden van participatie. En ook de aanpassing van de hoogte van de panelen van 2,50 meter tot 1,50 meter is een heel mooi gebaar geweest naar de bewoners toe. Wat betreft het verlenen van de omgevingsvergunning en alle communicatie rondom het plan, de heer Stoker heeft daar een tiental schriftelijke vragen over gesteld aan de portefeuillehouder. Deze zijn in september door het college naar tevredenheid volgens ons beantwoord. Ook de beantwoording op de zienswijzen roept bij onze fractie geen vragen meer op. Waarom wilden wij dit raadsvoorstel dan toch bespreken? Voor onze fractie was de afstand park, rand van het dorp, een punt van discussie. Ondanks dat de huidige afstand binnen de beleidsregel valt, was er volgens de bezwaarmakers toch nog een mogelijkheid om de locatie gedeeltelijk op te schuiven, zonder dat die SDE-subsidie zou komen te vervallen. Zowel initiatiefnemer, wethouder als bezwaarmakers hebben toegezegd om navraag te doen bij de RVO. Inmiddels zijn we schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst. De RVO geeft aan dat indien de subsidieontvanger een verzoek zou doen om de locatie van de zon-PV-installatie te wijzigen naar een andere locatie dan is beschikt, zal RVO hier niet positief tegenover staan. Deze uitspraak heeft ons doen besluiten om voor het raadsvoorstel te stemmen. Dank u. Helder, dank u wel. Ik zag de heer Stoker. Voorzitter, dank u wel. Uit de stukken en uit de bespreking tijdens de commissievergadering ten aanzien van het plan Haarsdijk constateert mijn fractie dat Solar Proactive vanaf 2016 een actieve rol heeft gespeeld om in contact te gaan met inwoners. Naast advertentiepublicatie via Sleenweb en nieuwsbrieven zijn er verschillende informatieavonden geweest. Ten aanzien van het participatieproces zien we dat de initiatiefnemer een groot aantal voorstellen heeft gedaan, waarvan de heer Soppen zojuist een opsomming heeft gegeven, dus die hoef ik niet te herhalen. In alles zien we dat Solar Proactive bereid is geweest positief mee te denken, ook als het om alternatieven gaat. We hebben daarvan inderdaad ook kennis kunnen nemen via de mail naar aanleiding van de commissievergadering, dat ze ook echt niet anders kunnen op dit punt dan dat ze op dit moment kunnen. De rol van de raad in het college, daar heeft mijn fractie nog wel wat in te zeggen. In 2013 heeft de raad een structuurvisie vastgesteld waarin is meegenomen dat de zonnepark hier te zijn tijd mogelijk zou moeten zijn. Dat is ook nog eens bevestigd bij de totstandkoming van de zoekgebieden zonneparken.
Er zijn dus ook voldoende mogelijkheden volgens mijn fractie geweest om op verschillende momenten hier in ieder geval bezwaar tegen te maken. Dat geldt overigens ook ter aanzien van het initiatief van de initiatiefnemer waar we het over hebben. En dit alles hebben we natuurlijk ook gepubliceerd op overheid.nl, dus iedereen had het ook gewoon kunnen weten. En daar plaatsen we toch nog wel even een kanttekening bij. Want we hebben eerder al aangegeven, ook in de commissie, en hebben we ook de wethouder gevraagd dat of en zo ja welke rol we als gemeente nog hebben in het proces. En de wethouder reageerde op zijn zachtst gezegd zeer terughoudend en legde de verantwoordelijkheid voor de communicatie toch vooral bij de initiatiefnemer. En we hebben al geconstateerd dat het bij de initiatiefnemer absoluut positief is verlopen. Echter, is de wethouder, en daar gaan we toch nog een vraag over stellen, het niet met ons eens dat voor de energietransitie er breed draagvlak van onze inwoners nodig is. Dat er naast formele kanalen van communicatie het soms ook noodzakelijk is als lokale overheid meer verantwoordelijkheid te nemen dan formeel noodzakelijk. Ziet de wethouder bij een volgend of vergelijkbaar initiatief voor zichzelf en of voor ons, zien wij voor onszelf, daar een rol in weggelegd? Ik zou graag ook een reactie van de partijen hierop willen hebben. Dank u wel. Dank u wel. Anderen over dit agendapunt? Ja, heer Bonkers. Voorzitter, zonneparken zorgen vaak voor rumoer in de samenleving. Nu in Sleen. Ondanks dat processen blijkbaar volgens de regels zijn verlopen, ervaren inwoners dit vaak niet zo. Omdat het college verbindend besturen als speerpunt heeft neergezet, moet het college niet alleen naar de regels kijken, maar ook proeven, voelen, ervaren wat er in de dorpen en de stad leeft. De onvrede in Sleen en recent in Steenwijk-Smoer komt naar onze visie vooral doordat het te laat was gecommuniceerd en de inwoners het gevoel hebben dat ze voor een gedwongen feit staan. Zorg daarom dat je in het college het voortraject verbindend bestuurt, door betrokkenen duidelijk te informeren. Want verbindend besturen is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geen onduidelijkheden. Rekening houden met de impact die je veroorzaakt en wat je teweeg brengt, elke dag weer bij ieder besluit opnieuw. De initiatiefnemer van het zonnepark heeft naar ons inzien goed geparticipeerd. Er is goed geluisterd en gekeken wat de mogelijkheden zijn om het plan beter in de omgeving te laten passen. Wij vinden het jammer dat er geen mogelijkheid meer is om het zonnepark op een andere plaats te richten. We staan voor een verdongen feit. Er ligt een duidelijk structuurvisie en vorig jaar is in deze raad de beleidsregel zonneparken vastgesteld. De VVD hoopt dat het college beter aan de voorkant gaat informeren en communiceren. En bedenk dat de impact en bedenk wat de impact is voor de inwoners. Dank u wel. Anderen? De heer Mulder, Gilbert Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte raad, beste toeschouwers. We hebben net al van de andere raadsleden kunnen horen hoe de geschiedenis is gegaan. Daar sluit ik me bij aan. Daaraan toevoegen wil ik graag aangeven dat in het kader van goede ruimtelijke ordening de gemeente en de initiatiefnemer tijdens de planvorming goed en volgens de geldende procedures gecommuniceerd hebben met de omgeving. Daarbij zijn voor- en tegenstanders gehoord en is op basis daarvan een afweging gemaakt. Als PvdA-fractie maken wij ook die afweging. We kijken naar het algemeen belang voor al onze inwoners in de gemeente en wegen dat af tegen individuele aspecten als beperking van het uitzicht of eventuele winstderving voor de initiatiefnemer. Daarop volgend is dat in het projectgebied altijd al sprake was van mogelijke ontwikkelingen. In de structuurvisie is daar in 2013 al ruimte voor gegeven voor een zonnepark. En dat is later planologisch zo ook vastgelegd. En daarvoor hebben wij de initiatiefnemer en de insprekers vorige keer in de raadscommissie gehoord. En hebben wij de afweging gemaakt dat dit zonnepark bijdraagt aan onze verduurzamingsopgave. En daarom stemmen wij ook in met het vaststellen van het bestemmingsplan en de andere
voorgelegde besluiten. Dank u wel. Dank u wel. De heer Heerling. Dank u wel, voorzitter. Bij de behandeling van het raadsvoorstel met betrekking tot de zonneakkers bij Steenwijksmoer heb ik gezegd dat er in de gemeente Coevorden geen enkele plek te vinden is waar niemand bezwaar tegen zal hebben. Dat geldt overigens ook voor andere gemeenten in Drenthe, want ik las deze week hetzelfde over Hogeveen met zonneakker Fluitenberg. Mensen die geen bezwaar hebben tegen een zonnepark op een bepaalde plaats, hoor je minder en zijn ook niet interessant voor de media. Het is heel begrijpelijk dat een aantal inwoners van de Oldegaarde, de Zonnedouw, de Vlinten en de Scheper, die met hun voor- of achterzijde van hun woning gelegen zijn aan de westrand van het dorp, niet blij zijn met de realisatie van een zonnepark. Zij hebben dan ook een zienswijze ingediend die door onze fractie met veel aandacht is gelezen en behandeld. De reactie van de gemeente Coevorden op de zienswijze zit bij de bijgevoegde stukken en daar kunnen wij mee leven. Voor enige nuancering moeten we een stukje teruggaan in die tijd. In de structuurvisie 2013-2023 is al opgenomen dat de voornoemde locatie is aangemerkt als locatie voor een zonnepanelenweide. Dat gaf toen totaal geen reuring. Ik wil nog wel even refereren aan de bijdrage van het inspreken van de heer Wiertz, overigens mijn oude docent Nederlands, voor vorige week, die er destijds voor pleitte om voorgenomen windmolens bij Westernes te vervangen door zonneweiders. Dat was het ei van Columbus. En nu er een zonneakker in Sleen wordt gefaciliteerd, vindt deze inwoner van Emmen het zelfs nodig om in Coevorden te komen inspreken tegen deze realisatie. Het kan verkeren. Een van de bezwaren van omwoners was dat het verlenen van de omgevingsvergunning in maart 2017 wel heel snel werd beklonken en dat omwonenden niet actief werden meegenomen. Navraag leerde dat alles volgens de regels is verlopen en dat waar communicatie en publicatie niets anders dan normaal is gedaan. Onze fractie is wel kritisch over de snelheid van deze procedure, in ieder geval verbaasd. De portefeuillehouder gaf in de commissievergadering aan dat de communicatie met omwonenden een taak is van de initiatiefnemers. In onze ogen hebben ze dat met verve gedaan en er zijn ook aanpassingen in het plan gedaan. Onze fractie vindt het wel lastig om dan haar controlerende taak als raad uit te voeren. Met de invoering van de omgevingswet zal dit er niet beter op worden. Naast de procedurele kwesties beseft onze fractie dat we als gemeente voor een grote opgave staan. We hebben niet alleen de ambitie uitgesproken om voor 2040 energie-neutraal te zijn. Het aardgasloze tijdsperk staat voor ons. We hebben straks nog verplichtingen in de regionale energietransitie. En Frans Timmermans heeft deze week beloofd om nog van alles bij ons over de schutting te kieperen. Kortom, dit zal waarschijnlijk niet het laatste zonnepark in de gemeente zijn. En het lijkt onze fractie dus sterk dat we in de toekomst aan 100 hectare genoeg hebben. En de veelgehoorde kreet, zonnepanelen horen op daken en niet op land, willen we best onderschrijven. Maar voor 100 hectare zonnepanelen heb je wel het dak van 10.000 middelgrote stallen nodig. Dat vraagt nog wel enige expansiedrift van de agrarische sector. Kortom, een plan dat past binnen de visie die in het verleden is opgesteld en ook nodig is bij de opgaven die we nog te doen hebben. Bovendien heeft de initiatiefnemer veel energie gestoken in de inpassing van het landschap en handreikingen gedaan aan de Sleende gemeenschap. Dank u wel. Ik dank u wel. Anderen, de heer Bouwers. De
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan begin ik maar bij de afgelopen commissievergadering, waar ik de wethouder heb gevraagd om nog eens proberen het stuk grond wat hiervoor beschikbaar is te verplaatsen naar achteren toe. Althans, het aantal vierkante meters, niet de grond hoor. Maar in ieder geval, en dat heb ik van de wethouder begrepen, dat het niet tot de mogelijkheden behoort. En, ja, en verder kunnen wij alleen maar constateren dat alles volgens de regels is verlopen. En daar kunnen wij ons dan, daar hoeven wij ons niet achter te verschuilen. Maar dat hoort zo en is zo. En we kunnen altijd meer informeren en nog meer informeren. Maar ik denk dat dat er een goede zaak is. Maar ja, de burger die let goed op. En er is ook maar, er is diverse malen opgeroepen om te komen in te spreken. Als men wil, is daar gedaan. Maar wij komen hierop, het komt hierop neer dat de communicatie volgens ons goed is verlopen. En ja, meer kunnen wij er niet aan doen. En dat is wettelijk voor elkaar. En we gaan dus ook akkoord met het voorstel. Dank u zeer. Zijn we daarmee rond door de sprekers? Ja. Dan kijk ik naar de wethouder, de heer Huizing. Of die behoefte heeft om nog in te gaan op een aantal zaken die zijn genoemd. Dat heb ik zeker, voorzitter. En ik zou dan graag willen beginnen met het punt waar de heer Heling zo ongeveer mee eindigde. En dat is namelijk de hele energietransitie en de hele opgave die voor ons ligt. Ook omdat ik ook in dit voortraject weer een aantal gedachten heb gehoord van nou, eigenlijk zijn we er zo goed als. De heer Heling gaf al aan, dat zijn we niet. En ik denk dat het goed is om dat te onderstrepen. Die opgave die is groot. We hebben als provincies Groningen en Drenthe recent ook Enexis gevraagd om voor ons eens in kaart te gaan brengen wat er allemaal nog nodig is. Ze hebben daarvoor een aantal verschillende scenario's doorgerekend en vooral gekeken ook wat betekent dat qua transportcapaciteit. En hun conclusie is welke toekomstige energiemix we ook kiezen. We zullen minimaal altijd twee keer zoveel elektriciteit duurzaam moeten opwekken als we nu al verbruiken. En dan hebben we het qua verbruik. Daar hebben we natuurlijk onze beleidsregel zonneparken en de ongeveer 100 hectare. Hebben wij gezegd van, daar zit mooi, dat komt min of meer overeen. Het is iets minder overigens, denk ik, dan het huidige energieverbruik van huishoudens. Maar er zijn natuurlijk veel meer energieverbruikers in onze gemeente dan huishoudens. Alleen, we hebben ook nog bedrijven, we hebben transport en mobiliteit. En ook een veel gehoorde, als we nu met z'n allen voor waterstof gaan kiezen als vervanger van aardgas, dan hebben we dat ook voor een deel opgelost. Nou, degene die enigszins technische kennis hebben, weten dat er maar één duurzame manier is op dit moment waterstof op te wekken. En dat is met gebruikmaking van elektriciteit. Dus dat zal volgens mij ook nog een hele extra opgave betekenen. Een immense opgave volgens mij waar we met z'n allen voor staan. En ook een opgave die wat vraagt van ons allemaal. En die ook wat gaat betekenen voor het landschap en ook soms voor ons uitzicht. En ook in dit geval is dat zo voor een aantal huishoudens die aan de rand van Sleen wonen. En ik snap heel erg goed ook dat je daar niet enthousiast van wordt als je nu een vrije uitzicht hebt over de landerijen en dat daar straks iets gebouwd wordt. Ik denk overigens dat dat nog niet zo heel veel uitmaakt wat daar gebouwd wordt. Daar word je überhaupt niet enthousiast van. En volgens mij, voorzitter, is dat ook de kern van de zienswijze. Er is heel veel kritiek daarin ook op de communicatie. En dan gaat eigenlijk vooral rondom de tijdelijke omgevingsvergunning. Nou, los van het feit dat die nu niet ter besluitvorming voor ligt, want dat is het bestemmingsplan. En als je nuchter naar de feiten kijkt, dan zie je, en dat gaven diverse fracties gaven dat ook aan, is er heel erg serieus gekeken om het gesprek met het dorp Sleen te gaan zoeken, juist over de invulling van dit plan. Er zijn aanpassingen gedaan qua inpassing. Er is een concreet bod gedaan, zodat er ook profijt is voor de lokale samenleving. Er zijn aanpassingen gedaan aan het plan zelf. De wandelroute is op verzoek van een aantal personen is die geschrapt. Alleen één ding stond niet ter discussie. Eén ding viel wat betreft de ontwikkelaars niet over te praten.
En dat was de locatie. En dat is volgens mij ook een hele logische, want niet alle grond die er was, was ook, kun je zomaar vrij gebruiken. Je hebt gewoon een overeenstemming met een eigenaar nodig en voor een verschuiving, los van de RVO-blokkade die erop ligt, voor die verschuiving had je volgens mij een snelle blik in het systeem. Dat betekent dat je met 4 eigenaren ook nog eens een overeenstemming had moeten bereiken. Volgens mij krijg je dat niet makkelijk voor elkaar. Meneer Bonkers. Dank u, voorzitter. U sprak net over de communicatie, maar u heeft het vooral over wat de initiatiefnemer heeft gedaan aan communicatie. En wij zouden graag willen weten wat de gemeente meer had kunnen doen om de inwoners erbij te betrekken om het in betere banen te kunnen laten leiden. Die vraag die was volgens mij helder, maar ik was ook nog niet aan het einde van mijn betoog. Dus ik heb hem opgeschreven en als u het goed vindt ga ik wel mijn betoog in de volgorde. En als u achteraf zegt van ik had nog wat willen weten, dan hoor ik dat ongetwijfeld. Want begrijpelijkerwijs is die vraag aan de omgeving niet geweest. We willen ergens hier in de buurt iets realiseren. En daar willen we het graag samen met u over hebben. Maar we hebben een locatie. Daar willen we graag een zonneakker realiseren. En we willen met u erover hebben hoe dat eruit zal komen te zien. En op welke wijze u als omgeving ook wilt mee profiteren van dit plan. Ja, juist dat ene niet aan te passen deel van het plan, de locatie, is het punt van de tegenstand. En dan kun je volgens mij communiceren tot je een ons weegt. Kun je als initiatiefnemer verbinden tot je een ons weegt. Maar dat leidt nooit tot tevredenheid. En dat geldt volgens mij hetzelfde voor de gemeente. Daar kun je heel veel communiceren, maar dat leidt dat nooit tot volledig draagvlak. En dan is, voorzitter, communicatie volgens mij altijd een stok waar je bijna altijd wel mee kunt slaan. En soms gebeurt dat ook op een hele venijnige manier waar ik in ieder geval zelf niet op zo'n manier zou willen communiceren met anderen. Maar dat even een hattekreet terzijde. Vanuit natuuroogpunt hebben we naar gekeken. Er is geen bezwaar tegen deze locatie. Landschappelijke inpassing, dat is wel een punt. Die is niet optimaal. Maar volgens mij is die juist niet optimaal om aan de wens tegemoet te komen om toch nog voor een deel een vrij uitzicht te hebben. Wat mij betreft is voldoende. Is het een zesje zoals de inpassing op dit moment is. Maar ik denk dat die echt nog wel hoger zou kunnen. En ik weet dat er ook bijvoorbeeld bij de Natuur- en Milieufederatie nog wel het aanbod ligt om daar ook naar vaststelling van het plan waar het naar uitziet als ik de fractie zou beluisteren. Om daar met initiatiefnemer, met omwonenden, met hun eigen deskundigheid en met de gemeente over in gesprek te gaan. Heer Stok. Ja, voorzitter, dank u wel. Begrijp ik de wethouder goed dat de manier waarop er gecommuniceerd is via de formele kanalen, wat daar hebben we het dan over, dat dan eigenlijk voldoende zou moeten zijn als we het hebben over communicatie. Want ik hoor u geen antwoord geven op het feit dat we inderdaad, want dat zegt u wel, voor enorme uitdagingen staan. Die vragen volgens onze fractie in ieder geval ook over meer communicatie buiten de zogenaamde formele kanalen om. Wil je draagvlak creëren? Daar hoor ik u geen antwoord op geven. Dus bent u het met ons eens dat het noodzakelijk is op bijvoorbeeld het punt energietransitie, buiten de formele kanalen inderdaad met inwoners van Coevorde in gesprek te gaan om draagvlak te creëren voor die enorme uitgaven waar wij gezamenlijk voor staan. En nou, dat hoor ik dan graag van u. Wat mij betreft ja. En dat zit hem erin dat volgens mij hebben we daar ook bij de duurzaamheidsvisie al uitgebreid over gesproken. Het is gewoon van belang om aan te geven waarom die hele energietransitie, waarom die hele aandacht voor duurzaamheid, waarom dat belangrijk is. Dat is ook van belang, denk ik, als je graag wilt dat er ontwikkelingen, zoals we dat dan altijd zeggen, van onderop plaatsvinden. Dus die duurzaamheid, dat belang van duurzaamheid en de communicatie daarover in algemene zin. Nou, volgens mij staat dat ook in die duurzaamheidsvisie die u als raad voorgelegd heeft gekregen. Daar is het van belang dat je dat op een goede manier doet. Als ik het heb over communicatie, over specifieke plannen. En dan kom ik ook op de vraag van de VVD-fractie. Als mijn buurman een bouwvergunning voor iets aanvraagt, dan verwacht ik ook niet dat de gemeente daarover met mij communiceert. Dan verwacht ik dat mijn buurman dat gaat doen. En volgens mij is dat nou precies de gedachte achter de omgevingswet.
die we over een jaar, waar we in ieder geval aan moeten voldoen en waar we ook met, juist op aandringen van uw raad, ook nu al een voorschot op aan het nemen zijn de afgelopen jaren, die vraagt vooral dat een initiatiefnemer communiceert. De heer Heling stelde de vraag van ja, waar staan we dan als raad eigenlijk nog, hoe controleren we dat? Kijk, u mag er van uitgaan, want dat vormt ook onderdeel, dat als college je ook zorgt dat een initiatiefnemer daarover verantwoordingen aflegt over wat hij allemaal gedaan heeft. Dat dat niet alleen maar gebeurt op mondelinge manier, maar ook zoals nu het geval is, dat er schriftelijk wordt aangegeven wat er allemaal ondernomen is. En dan kunt u als raad, zoals vanavond ook, de afweging volgens mij prima maken of er op een goede manier gecommuniceerd is met een omgeving. Maar volgens mij is het een misverstand om te denken dat als er gecommuniceerd moet worden, dat de gemeente dat altijd moet gaan doen. Volgens mij hebben we met z'n allen de taak om er zeker van te zijn dat het op een goede manier gebeurd is. En hoeven we dat over concrete projecten nu niet en zeker niet in de toekomst niet meer van de gemeente te verwachten. De heer Bonkers. Dank u, voorzitter. Maar in het geval van dit zonnepark hebben de mensen pas bericht gekregen van de initiatiefnemer nadat de vergunning al was verlengd. Dus dan loopt dat wel een beetje spaak met elkaar. Nou, volgens mij heb ik dat net aangegeven dat er volgens mij ook los daarvan, er viel over een heleboel punten, viel er te praten, is er ook gepraat, is er ook meebewogen, is er geluisterd. Alleen het punt, het heikele punt hier is de locatie. En dat punt, dat stond er juist niet ter discussie. En daar kun je vooraf, had je daar heel wat over kunnen praten, maar dat had er volgens mij niks aan afgedaan. En u had van ons als college ook volgens mij niet eens kunnen verwachten dat wij, juist omdat u als raad in de structuurvisie heeft aangegeven, hier is wat ons betreft ruimte voor een zonnepark, dat wij als het dan een initiatiefnemer kon zeggen van nou ja, gaat u maar ergens anders naartoe. Volgens mij is die ruimte, die lag er gewoon, daar lag een kader van uw raad en daar hebben wij ons dan ook aan te houden. En volgens mij is dat keurig gedaan. Ik was nog even bezig met de toekomst van van duurzame energieprojecten en het belang van draagvlak daar binnen. Volgens mij ook als het van onderop gebeurt, dan vraagt het alsnog dat er van mensen, dan zijn er altijd nog mensen die op de een of andere manier daar toch bijvoorbeeld een vermindering van uitzicht hebben en die dat voor lief moeten nemen. Dus ik denk dat ook dan volledige draagvlak moeilijk, zo niet onmogelijk is. Wat mij betreft stond wel voorop dat de lokale samenleving moest kunnen profiteren van het zonnepark. Dat hebben we allemaal gezien in de stukken ook, voor een lokale coöperatie was onvoldoende draagvlak. Ik heb ook van mensen gehoord die aangaven van nou, eigenlijk wilden we dat wel, maar waar we in ieder geval niet op zitten te wachten in het dorp is een tweestrijd. Is een strijd tussen mensen die hoe begrijpelijk ook zeggen van nee, wij zijn er tegen, want het doet wat met ons uitzicht. En een strijd van mensen die zeggen, we vinden dit juist een goede stap. Dus mensen zijn heel terughoudend daarin. Maar ook los daarvan ligt er volgens mij een goed en helder aanbod van de ontwikkelaar met een mix van mogelijkheden. En ik denk dat dat ook een mooie kans is als de raad instemt met dit voorstel om Sleen te verduurzamen. En volgens mij mag daar ook verwacht worden dat we ons daar met z'n allen voor inzetten. Bedankt. Goed, ik dank u wel. Dat was de eerste termijn van dit agendapunt. Ik neem aan dat er misschien wel behoefte bestaat aan een tweede termijn. Zullen we dezelfde volgorde hanteren? De heer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Ja, ik wil even reageren op de vraag die het PAK eigenlijk aan alle fracties heeft gesteld. En onze fractie kan zich ook wel vinden in de opmerking dat toch de raad eerder meegenomen moet worden in dit soort grote projecten. Maar ik heb eigenlijk ook nog wel een wedervraag voor de heer Stoker. Is die communicatie voor het PAK het breekpunt voor al dan niet doorgaan van dit plan? Nee, absoluut niet. Want als u heeft gehoord, als u goed heeft geluisterd, dan hebben wij een flink aantal veren uitgedeeld aan de initiatiefnemer
Ik zal niet zeggen waar ze terecht zijn gekomen, maar wel aan de initiatiefnemer als het gaat om de communicatie en alle inspanningen, ook als het gaat om participatie. Dus wat ons betreft geen breekpunt, maar we hebben een kanttekening geplaatst. En die ging heel nadrukkelijk over, zien we voor onszelf, ook als raad, maar ook als college, een rol weggelegd bij dit soort grote initiatieven om buiten alle formele kanalen om, want dan komen we uiteindelijk alleen maar uit op overheid.nl, dat vinden we echt te mager, om daar een rol in te vervullen. En het heeft even geduurd, maar ik heb de wethouder in ieder geval in zijn bijdrage ja horen zeggen op de vraag dat hij wel degelijk daar een rol, als het gaat om dit soort grote initiatieven, voor zichzelf en voor ons in ieder geval voor het college ziet weggelegd. Dus in die zin geen breekpunt, maar ik dacht bij mezelf van ja, uiteindelijk moet ik ergens gaan antwoorden van gaan we akkoord of niet akkoord. U mag dus begrijpen dat wij sowieso akkoord gaan met het voorstel zoals het voor ligt. En bedankt dat u nog even de andere fracties erop wijst een antwoord te geven op de vraag die ik heb gesteld. Dank u. Of alle andere fracties daar even alert mee omspringen als de heer Sopper. Dat valt nog wel te bezien natuurlijk. Volgens mij was de tweede spreker in de tweede termijn... Ja, was de heer Bonkers, ja. Wij zijn nog niet helemaal blij in de vorm van communicatie vooraf. Dat blijft bij ons echt wel een kritisch punt. Vinden we ook niet passen bij het verbindend besturen wat toegepast. Voor de rest zitten we voor een gedwongen feit in dit stuk. Dank u wel. Ik kijk verder de kring rond. Hoefde aan een tweede termijn, de heer Gilbert Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. In antwoord op de vraag van de heer Stoker over communicatie, ik denk dat de wethouder net duidelijk heeft toegelegd dat wij voor een enorme verduurzamingsopgave staan. Daar zullen wij ook uitgebreid over moeten communiceren. Daar moeten wij als raad ook niet uit de weg gaan en daarin ook het informele circuit ook gewoon gebruiken om te laten zien hoe belangrijk wij dit vinden. Maar als het gaat om dit soort projecten die daar binnen passen, dan is het aan de initiatiefnemer om zelf voor communicatie te zorgen. Daar ben ik helemaal met de wethouder eens. Verder heb ik geen aanvulling meer op plan. Dat heb ik in mijn eerste termijn al aangegeven dat wij instemmen hiermee. Dank u wel. Ik dank u wel. Anderen, tweede termijn, de heer Roedemaker. Ja, de wethouder gaf het zelf ook al aan met deze communicatie met dit participatieplan is een voorschot genomen op de nieuwe omgevingswet. En de manier waarop de initiatiefnemer het heeft aangepakt, de communicatie met het dorp, ziet er wat mij betreft bijzonder goed uit. Blijft natuurlijk wel het punt van de magere opkomst en de magere reacties op de inspreek. Avonden. En juist op dat moment had het misschien, maar dat is achteraf spreken, van inzicht getuigd als de gemeente daar acte de présence had gegeven of misschien een aankondiging had gedaan namens, ook mede namens de initiatiefnemer. Zeker nu de omgevingswet nog niet zo ingeburgerd is en we en als inwoners ook erg moeten wennen aan dit nieuwe fenomeen. Dank u wel. De heer Heerling. Ja, communicatie is natuurlijk een heikel punt en hartstikke belangrijk. En wij stellen ook voor als CDA om daar op een NATO met eens een keer serieus over te gaan praten. Misschien wel in een themaavond van hoe gaat dat en hoe moet dat zonder valse verwachtingen te wekken. En dat is eigenlijk wat ik als tweede termijn wil zeggen. Dank u wel. Anderen, de heer Bouwers. Ik wil daar even reageren op de heer Heerling. Ik vind dat u dat heel goed gezegd hebt in die laatste zin. Ik bedoel, je kunt net doen wat je wil, maar je moet iedereen erbij betrekken. Maar iedereen moet ook reageren en dat is heel moeilijk om iedereen erbij te betrekken. En dat, hoe je dat wil doen, deze keer gaat het dan ook nog ja, voor heel veel dan voor het gevoel nog wat mis. Maar wat vanavond hier ook gezegd is, ja, het is goed verlopen volgens de wettelijke mogelijkheden en wat er kan gebeuren. Ik bedoel, ja, wat moet je er meer aan doen? Ik bedoel, moet je ze allemaal uit huis halen? Ik bedoel, het is toch ook het belang van de burger zelf. Dank u wel. Anderen nog, tweede termijn. De wethouder nog? Nee? Dan denk ik dat we inderdaad wel tot conclusie kunnen komen. De beraadslaging sluit ik dan.
En dan ligt inderdaad het voorstel voor, zoals gevraagd, om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijze nota. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Geen exploitatieplan vast te stellen. En er kennis van te nemen dat de coördinatieverordening Koevoorde 2012 wordt toegepast. Allemaal techniek, maar dit betekent dat u kunt instemmen met de ruimtelijke inpassing van het zonnepark zoals wordt voorgesteld. Conform het zojuist geciteerde besluit kan dat op uw algemeen instemming al dus besloten. Dan kan ik me voorstellen dat er een aantal inwoners op de publieke tribune zeggen, nou, dan hoef ik de rest van de avond niet bij te wonen. U mist wel veel, moet ik u ook zeggen. Het leukste komt namelijk nog. Maar ik wil u wel graag de gelegenheid geven als u zegt, ik wil toch vertrekken, dat u nu zich niet als een verstoorder van de orde van de vergadering beschouwt als u nu weggaat. Geen behoefte, blijft u zitten. Mooi, mag ook. Openbare vergadering niet meer. Nou, nee. Goed. Dames en heren, dan kunnen wij verder met bespreekpunt 8.3. Het voorstel in zaken de ontwerpverklaring van geen bezwaar voor een agrarisch bedrijf Zuidzijde 2 Odoornerveen. Maar daar waar het hier om gaat ligt net binnen de gemeentegrenzen van Koevoorde. Een grensgeval. Maar desalniettemin, u wordt gevraagd daar een uitspraak over te doen. Wie mag ik het woord geven? Ja, de CDA-fractie, twee vingers zelfs. Mevrouw Katerberg, maar ook de heer Heling. Ik neem aan dat de laatste. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Er wordt ons in dit raadsvoorstel gevraagd een verklaring van geen bedenking af te geven voor het bouwen van een pluimveestal aan de Zuidzijde 2 te Odoornerveen. De initiatiefnemer is van zins een biologische tak aan zijn bedrijf toe te voegen en voldoet aan alle aan hem gestelde verplichtingen. Het was voor de initiatiefnemer handiger geweest als zijn hele bedrijf in de gemeente Koevoorde had gelegen. Er was dan helemaal geen verklaring van bedenkingen nodig geweest en het was al helemaal niet in de gemeenteraad terechtgekomen. Nu moeten we het behandelen als nieuw bouwvlak en niet als uitbreiding van een bouwblok. Wat ons betreft is dat geen probleem. Als CDA juichen we ondernemerschap toe. Investeringen in onze regio zijn vrijwel altijd een stimulans voor de lokale economie. We zijn trots op onze boeren en ondernemers die kansen zien en kansen grijpen. We zien dus als fractie geen belemmering om deze verklaring af te geven. Als nieuwe provinciale, landelijke of zelfs Europese regels komen die de exploitatie van deze stal bemoeilijken, is dat uiteraard een ondernemersrisico van de initiatiefnemer. Daar gaan wij niet over. Wij wensen deze ondernemer veel succes met de realisatie van zijn plannen. Dank u wel. Ik dank u wel. De heer Hoedemaker zie ik en de heer Stoker. De heer Hoedemaker. Voorzitter, ook D66 is trots op de boer. We zijn ook trots op de onderwijzer en de lerares, trots op de winkelier, trots op de verpleegkundige en trots op iedereen die door eerlijk werken bijdraagt aan onze samenleving. We zijn trots op de jeugd die de toekomst heeft en trots op de ouderen die onze samenleving gemaakt en bevochten hebben. Maar er zijn ook zaken waar we niet trots op zijn, waar we niet trots op kunnen zijn. En dat zijn al die problemen die we pakken bij het 50, 60 jaar geleden willens en wetens gecreëerd en vervolgens zorgvuldig genegeerd hebben, als een soort olifant in de kamer, tot het niet langer kon. Voorzitter, ik doel uiteraard op de manier waarop we in de afgelopen decennia omgegaan zijn met klimaat en milieu. En nu stapelen de problemen zich op. In onze dichtbevolkte wereld en een nog veel dichtbevolktere land. Sinds een paar jaar, echter, voorzitter, zijn we op de goede weg. En er is niemand in deze zaal die nog overtuigd hoeft te worden van het nut van klimaatadaptatie, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen of de positieve bijdrage van de natuur aan ons leven. En zo weten we ook allemaal dat we er nog niet zijn. Het oplossen van klimaat-
ecologische en milieuproblemen gaat in de komende jaren veel vragen van ons allemaal. En dat gaan we merken in onze ruimtelijke omgeving, in onze manier van leven en in de manier waarop we ons vervoeren en hoe we werken. En één ding weten we gelukkig ook allemaal. Problemen die er niet zijn, hoef je ook niet op te lossen. Zo'n potentieel probleem is een nieuw kippenbedrijf wat de initiatiefnemer wil vestigen in Odoornerveen. We weten allemaal dat de agrarische sector voor ingrijpende veranderingen staat. Boeren die dat moeten realiseren, verdienen onze steun, financieel en emotioneel. Het is een probleem dat we vanavond niet gaan oplossen. Maar laten we wel voorkomen dat we het probleem groter maken door de veestapel uit te breiden. Voorzitter, collega raadsleden, ik zou graag trots zijn op lokale politici. Ik heb in het belang van iedereen, van ons milieu, van de huidige agrariërs, wel bedenkingen tegen deze uitbreiding. Dank u wel. De heer Heerling. Ja, dank u wel, voorzitter. Uitbreiding is niet aan de orde. We hebben in Nederland het stelsel van pluimveerechten. Dus als er ergens een boer ophoudt met het houden van kippen, kan een andere boer die rechten overnemen. Dus er komen per saldo geen kippen bij. Dus geen uitbreiding van de veestapel. Dat is een foute constatering. Dank u wel voor deze bijdrage. Geeft dat de heer Hoedemaker nog aanleiding om er iets over te zeggen? Nee. Wie is de volgende spreker? Ja, de heer Kamps, PwC. Dank u wel, voorzitter. Aan de orde, uitbreiding agrarisch bedrijf Zuidzijde 2 Odoornerveen. Voor ons ligt een uitbreidingsplan met een gemeentegrensoverschrijdend karakter. Best bijzonder, lijkt mij. De fractie van BBC 2014 kan meegaan met het collegevoorstel. Het plan voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een dergelijk uitbreidingsplan. En er is op deze geplande locatie grootschalige agrarische ontwikkeling mogelijk. Dus wat dat betreft kan er geen bezwaar zijn. Ook zijn wij van mening dat een ondernemer de kans moet krijgen om zijn toekomst te kunnen verbeteren. Ervan uitgaande dat met dit plan aan de huidige wet en regelgeving voldoet, kan mijn fractie zich prima vinden in dit uitbreidingsplan. Dank u wel, meneer Kamps. Dan de heer Mulder, Partij van de Arbeid. En daarna de heer Stok. De heer Mulder. Ja, dank u, voorzitter. Aan de orde is de uitbreiding van het agrarische bedrijf in Odoornerveen. De PvdA-fractie is tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Om een drek met de deur in huis te vallen. In het raadsvoorstel is toegelicht dat het plan moet worden getoetst aan de voorwaarden die gelden voor de wijzigingsbevoegdheid van een bestemmingsplan. In deze voorwaarden, die staan opgestond in het raadsvoorstel, staat dat het plan moet worden aangetoond dat er geen negatieve effecten zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen en de natuurlijke waarden van de Natura 2000 gebieden. In dat kader heeft de provincie in februari 2019 een beschikking wet natuurbescherming afgegeven. We weten allemaal dat de Raad van State 29 mei 2019 de passystematiek van tafel heeft geveegd die van toepassing was in die beschikking die de provincie heeft afgegeven. Dan zult u denken van dat is na elkaar dus de vergunning staat. Maar dat is geen onherroepelijk recht. Wij vinden het niet getuigen van goede ruimtelijke ordening om nu door te gaan. Wij vinden dat het huiswerk moet worden overgedaan en dat conform het nieuwe beleid van de provincie, wat afgelopen 10 december is verspreid door de provincie, dat dat als handvat wordt genomen om deze situatie opnieuw te bekijken en aan ons voor te leggen. De heer Heerling. Ja, onze fractie vindt het niet kies om over de rug van deze ondernemer jullie punten te maken. Als
de boerderij in de gemeente Koevoorde had gestaan, had je er zo een kippenschuur achter kunnen zetten, was er niet in de raad geweest, hadden jullie je punt nooit kunnen maken. Mulder. Ja, daar kan ik wat over zeggen. Wij hebben hier te maken met een vraag die ons voorligt en waarover wij een besluit moeten nemen. Dus dat beoordelen wij. En op deze manier gaan wij daarmee om. Dus een andere situatie zullen wij weer anders bekijken. En in dit geval is dat niet aan de orde. Dus wat mij betreft is dat geen discussiepunt. Het lijkt mij dat over de uitgangspunten niet heel veel te wisselen valt, meneer Helik. Maar tenzij u toch nog een nieuw argument heeft. Nou, het gaat over de pasproblematiek in dit geval, de stikstofuitstoot. Nou, volgens mij is vanmorgen net bekend geworden dat alle pasmeldingen gelegaliseerd worden. Dus volgens mij voldoet deze ondernemer aan alle regels. Dus volgens mij is er geen enkele grond om dit te weigeren. Maar volgens mij moet uw huiswerk nog eventjes naar... Ik wilde nog... Ik vraag niet dat ik het huiswerk moet overdoen, maar ik vraag of de initiatiefnemer het huiswerk wil overdoen en daarmee alle juridische aspecten in oogschouw wil nemen. En wij zijn er om dat te toetsen en dat heb ik hier gedaan. Dank u wel. Stellingname is helder, dank u wel. Dan zie ik, nee, ik zag eerst de vinger van de heer Stoker en dan de heer Bouwers. Stoker. Voorzitter, dank u wel. In de laatst gehouden commissievergadering hebben we als fractie te kennen gegeven dit agendapunt vanavond willen bespreken. Dan kom je bijna aan het eind van de bespreking zelf nog aan de beurt. Heel fijn. Het CDA gaf terecht toen de tijd aan waar we als fractie tegen waren, want het voldeed aan alle gestelde eisen. Dat bestrijden we ook niet. Maar bij bestuderen van de stukken valt natuurlijk op dat we in 2010 een lijst hebben goedgekeurd waarbij geen verklaring van geen bedenken nodig is. En formeel gezien, even kijken, moeten we vanwege de ligging daar nu wel een besluit nemen. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en de wereld is ook veranderd. Hij is vanavond al een paar keer over tafel geweest. Ik ben wel benieuwd wat er in 2010 besloten is. En vraag aan de wethouder, kunnen we die lijst niet eens een keer op een thema bespreken? Misschien nog eens even met elkaar bespreken, zodat we ook echt weten wat er op die lijst staat. Maar ik heb al gezegd, de wereld is veranderd. Ook in dit land moeten we de uitstoot van onder andere CO2 en ammoniak, NH3, ver gaan terugdingen. Dit bedrijf draagt er straks 1054 kilo aan bij. Op hetzelfde moment dat boeren rekening moeten houden met andere vormen van bedrijfsvoering en zelfs gesproken wordt over de halvering van de veestapel, is het voor ons lastig te aanvaarden dat er nu een akkerbouwer is die als nevenactiviteit 24.000 kippen wil gaan houden. Dat is waar we als fractie onze bedenkingen bij hebben en waar we als fractie ook niet mee akkoord kunnen gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoker. En u kunt natuurlijk altijd eerder uw vinger opsteken, dan bent u ook eerder aan de beurt. Meneer Bouwers, PPC. Dank u wel, voorzitter. De kippenschuur door de Veen is een stap in richting kringloop. Hiervoor is oppervlakte voor nodig. Intensieve bedrijven hebben geen grond en worden daardoor bemoeilijkt in een omschakeling naar kringloop. De omgeving voor deze uitbreiding, waar deze uitbreiding plaatsvindt, is een ruimtelijk agrarisch gebied, waar kringloop in onze beleving heel goed mogelijk is. Dus wat dat betreft is dit een hele goede positie en wij stemmen daar dus ook mee in. Dank u wel. Zijn we dan rond? Ja. Kijk naar de portefeuillehouder. Wilt u nog iets inbrengen in de beraadslagingen? Gaat uw gang. Niet veel meer, voorzitter, want volgens mij is het meeste wel al gedeeld. Er zijn de standpunten ook wel helder. Ik denk dat helder is dat de provincie een wet natuurbeschermingsvergunning verleend heeft. Dat daarin is gekeken wat er toelaatbaar is qua stikstofuitstoot. Die vergunning is onherroepelijk en daar is de heer Heling meldde het al. Ook als het gaat om niet de vergunning maar de meldingen heeft het kabinet ook gezegd. Ook ingediende meldingen die worden gewoon... geacht te zijn ingediend en die worden gewoon gerespecteerd. Dat geldt al helemaal voor vergunningen. Dus de natuurtoets heeft plaatsgevonden door de instantie die daar ook over gaat.
En uw raad wordt ook niet gevraagd om te gaan kijken of de provincie zijn huiswerk goed heeft gedaan als het gaat om die natuurbeschermingsvergunning. U wordt ook niet gevraagd om, of wij vragen u ook niet om verder te gaan dan er in die vergunning verleend is. Wat hier voor ligt is volgens mij een verklaring van geen bedenkingen of u, los van het feit waar degene die daarover gaat al naar gekeken heeft, of u kunt instemmen met het ruimtelijk mogelijk maken van dit bedrijf. Nou, ik denk dat u daarover uw standpunten al helder heeft gemaakt allemaal. Volgens mij moet u het zelf, en los van alle overwegingen die gemaakt worden, want ik snap ze allemaal, maar moet u het zelf wat dat betreft ook niet, of moet u zelf niet meer hooi op de vork nemen dan nu eigenlijk gevraagd wordt te doen. En dat is, vindt u dit ruimtelijk gezien een goede ontwikkeling, waar de provincie zich al over andere onderdelen gebogen heeft. Dank u wel. Is er behoefte aan tweede termijn? Wie is er? Gaat nu mevrouw Vissering. Ja. Ja, om eerlijk te zijn hadden wij het gelijk wel tot een hamerstuk willen laten komen. Maar de opmerkingen die hier geplaatst zijn, ik voel me toch wel genoodzaakt. Het is misschien een beetje een groot woord, maar ik heb in ieder geval de behoefte om in ieder geval wel even te reageren. Wij hebben geen bedenkingen op dit plan. Ik ben blij inderdaad wat de wethouder zegt. De natuurtoets heeft plaatsgevonden door de instantie die daarover gaat. Ik vind dat wij als raad, als we hier inderdaad allerlei dingen erbij gaan halen, dat we een enorme grote broek aantrekken. En dat, ik vind dat een beetje anders gezegd dan te veel hooi op de vork nemen. Dit gaat over provinciaal en over landelijk beleid en niet over gemeentelijk beleid. En ja, wat ons betreft hoeven er nou niet hele verhalen te gehouden te worden over klimaatadaptatie en dat soort dingen. Dat zijn dingen die naar ons idee hier in ieder geval niet ten aanzien van dit plan in ieder geval hier thuis horen. Dus wat ons betreft de ondernemer heel veel succes gewenst. Dank voor deze verheldering van de positie van de VVD in dit dossier. Is er verder behoefte aan een tweede termijn? Nee, het meeste is gezegd in de eerste termijn. Dan kunnen we de balans denk ik opmaken. Mijn balans zou zijn dat met de stemmen van de fracties van PvdA, PAK en D66 tegen en de overige fracties voor. Dat is een juiste samenvatting. Dus 17 voor en 7 tegen. Dit voorstel is aangenomen. Ja. Al dus besloten. Goed, dames en heren, dan zijn we bij wat raadsinterne aangelegenheden. We hebben afscheid te nemen van de heer Ten Berge. We hebben dan te besluiten over de geloofsbrieven en de mogelijke toelating van zijn opvolger, de heer Tempels. Die zijn gezicht al heeft laten zien in de commissievergadering. Maar ja, de geloofsbrieven zijn wat dat betreft heilig. Die moeten onderzocht worden. Ik zou daarbij, ik kijk even naar welke namen wij hadden bedacht, griffier, om deel uit te maken, ja, van de commissie onderzoeksgeloofsbrieven. Zou de heer Hoedemaker, de heer Heling en mevrouw Driehuis bereid zijn, even het noordelijkste clubje mensen ongeveer, bereid zijn om die onderzoekscommissie te zijn? Ja, u hoeft nog niet aan het werk, dat is pas bij het volgende. We gaan eerst afscheid nemen. We moeten eerst zeker weten dat Dirk echt weg is. Goed. Ja, dames en heren, dat kan ook wel met een kwinkslag, want zo is Dirk ook. Hè? En dat maakt het ook altijd zo'n plezierig raadslid en daarom ook wel zo jammer dat we nou toch voor de tweede keer in korte tijd tegen de heer Ten Berge moeten zeggen, nou, het gaat je goed. Want zo lang is dat nog niet geleden dat we dat tegen elkaar konden zeggen. Want er is één patroon bij de heer Ten Berge. Je weet nooit precies, hij komt nooit binnen wanneer het begint. En hij gaat ook weg voor het eind. Hè? Dat zou je misschien wel als samenvatting kunnen zeggen. Want hij begon ook in de vorige raadsperiode niet vanaf het begin. En zo was het ook in deze raadsperiode, want pas toen hij als eerste opvolger kon plaatsnemen op de plek die met de benoeming van Jan Swiers tot wethouder ontstond, kon hij weer terugkeren in deze raad. En dat had er natuurlijk, dames en heren, niks mee te maken dat hij het hier niet leuk vond.
of dat u uw gezelschap niet op prijs stelde, want daar heeft Dirk zich op andere plekken in de media, denk ik, heel helder over uitgelaten. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat nu uiteindelijk een hele persoonlijke keuze, en daar ben je ook heel transparant over geweest, zoals het ook bij de heer Ten Berge past, een keuze die te maken heeft met waar je staat op dit moment in het leven, en dan dient zich een ideale woning aan voor de rest van jouw tijd hier op deze aarde, zullen we zeggen, in een omstandigheid die op de toekomst is voorbereid, in een woning die op de toekomst is voorbereid, dat die keuze gemaakt wordt, dat snapt denk ik iedereen. Het is zo dat ik graag nog enige woorden aan jouw afscheid wil wijden. Dan heeft de wethouder, dat is een wat uitzonderlijke, schudt nu van nee? Op persoonlijke titel. Ja, maar er is geen spreekrecht voor personen in deze raadsvergadering, dus ik ga het toch als een wethouder behandelen. Die heeft namelijk wel spreekrecht in deze vergadering. Maar hij doet dat dan op persoonlijke titel. Dat is dan de sprekers vanaf het spreekgestoelte. Vanuit uw eigen fractie zult u ook nog worden toegesproken door de heer Holtis. En dan, ja, het laatste woord is natuurlijk altijd voor de heer Ten Berge zelf. Daar zal hij ongetwijfeld gebruik van willen maken. Zo is de orde van dit agendapunt een beetje voorzien. En natuurlijk, als iemand anders behoefte heeft om nog wat toe te voegen aan de heer Ten Berge, dan kan het altijd. En dat kan ook zeker na afloop, want dan staan we natuurlijk nog even stil bij het feit dat we een afscheid en een start van een beginnend raadslid hier met elkaar in de afronding van deze raadsvergadering hebben mogen beleven. Ja, Dirk, je hebt bij de vorige afsluitende vergadering van de vorige raadsperiode al een keer afscheid van jezelf genomen. Toen je als fractievoorzitter, ik geloof een aantal maanden waren dat, ik kijk naar mevrouw Streur, die rol mocht overnemen en de vertrekkende fractieleden mocht toespreken, waaronder jezelf. Omdat je toen nog niet kon zeggen dat je zou terugkomen, maar je had er wel, hoop op. En ook in deze raadsperiode heb je weer allerlei activiteiten ondernomen als uitvloeser van het raadslidmaatschap. Vorige periode was dat de commissie bestuurlijke vernieuwing. Nu heb je deel uitgemaakt van de klankbordgroep voor de omgevingswet. Je was de plaatsvervanger van de fractievoorzitter in het seniorenconvent. Voor jou ook weer een nieuw aspect. Nou, eigenlijk ook niet helemaal nieuw, want het staatje van de vorige bestuursperiode had je dat natuurlijk ook al meegemaakt. En van de commissie voor de Rekenkamercommissie. Dus volgens mij gaat voor jou de stelling wel op dat je in een betrekkelijk overzichtelijke periode van het zijn van raadslid toch wel heel veel gedaan krijgt. Waaronder dus twee keer afscheid nemen en twee keer worden toegesproken. Dat is wel een prestatie, dames en heren. Nog meer, denk ik, is dat kunnen we dat wel memoreren, omdat we daarmee ook afscheid nemen van een toch een markante persoonlijkheid in deze raad. Want je hebt wel een stempel weten te zetten in die periode dat je hier raadslid bent geweest, door de volstrekt authentieke wijze waarop de heer Ten Berge zijn inbreng hier naar voren bracht. Hij bleef ook authentiek, wat er ook gebeurde. En een kwinkslag was nooit ver weg. En dat maakte dat er ook altijd een ontspannen toets lag over datgene wat er hier werd besproken. En dat is ook altijd eens goed om met enige relativering uiteindelijk daar waar de verschillen groot schijnen te zijn, toch wel ook weer te zeggen, we gaan uiteindelijk toch wel met elkaar goed door diezelfde deur. Het is die persoonlijke stijl zeker die we zullen missen. We weten natuurlijk nog niet veel hoe het zal gaan met zijn opvolger. Maar we weten wel wat we de heer Ten Berge hebben gehad. Ik heb nooit helemaal goed begrepen dat hij die prachtige plek in Zwelo wilde verlaten met die prachtige tuin met allerlei wonderbaarlijke voertuigen. Daar moet je misschien zelf maar wat over zeggen, maar daar gaan anderen nog wat over zeggen. Die bijzondere plek nu verlaten, maar gezien de toelichting die je daar zelf op gegeven, snap ik het wel helemaal. Alle begrip daarvoor en waardering voor de keuze die je daarin maakt. Ik ben niet helemaal zeker of u de neiging kunt weerhouden om ook in het Emmerse toch weer politiek actief te worden. Want wat u hier heeft meegemaakt, dat smaakt volgens mij naar meer. Ik refereer ook even naar de graagte waarmee u direct had willen terugkeren in deze bestuursperiode in de Raad. U stond tenslotte ook op een mooie positie op de kieslijst. Maar er waren zoveel van uw huidige fractiegenoten die met directe voorkeurstemmen in de Raad terechtkwamen, dat dat toch net even een ingewikkelde was, ondanks de groei. Maar zoals al gememoreerd, u bent toch heel snel uw plek in deze Raad, te midden van de uw bekende en nieuwe collega's, weer kunnen innemen. Heel veel dank voor datgene en ook vooral nogmaals de wijze waarop u die bijdrage heeft geleverd de afgelopen periode.
U kent het proces inmiddels. Er hoort een mooie kleurenzeefdruk bij het afscheid. Die zal ongetwijfeld de binnenkort te bedrekken woning gaan sieren. En het boeket bloemen heeft de griffier ook al mee zich genomen. Dus ik neem graag de aftrap van dit afscheid door u dat te overhandigen. En u veel succes en veel woonplezier te wensen in onze buurgemeente Emmen. Goed, mag ik dan als inspreker... dan gaan de volgende zo doen. Eerst de heer Holtis als de fractievoorzitter van de heer Ten Berg. Wees gerust, Dirk. Ik hou hem netjes, dus ik spaar hem graag voor de wethouder. Er zijn woorden gevallen, markant, de deur. Nou, ik heb hem wel opgeschreven, want ik doe het niet uit mijn hoofd. Vanavond neemt ons een markant en gewaardeerd raadslid Dirk Ten Berg officieel afscheid van de gemeenteraad van Koevorden. Dirk is een man met wie je door één deur kan. Een robuuste volksman met wie je kan lezen en schrijven. Maar ook een man die als het moest op zijn strepen staat en kritisch kon zijn. Maar bovenal een politicus tussen de inwoners. In het hart van de samenleving tussen de mensen. En liefkozend ook wel de knuffelbeer van onze fractie genoemd. Ten Berge. Politiek heeft hem veel gebracht. Maar we kunnen het even goed omdraaien. Dirk heeft ons veel gebracht. In 6 jaar tijd uitgegroeid tot een bevlogen politicus. En boegbeeld van belang op buitengebied Koevorden. Het is zeker niet zijn stijl om de knuppel in de hoenderhok te gooien. Daar is er helemaal de persoon niet naar. Maar als het moet, dan moet het. De Koevorden politieke arena was in rep en roer toen er een nieuwe partij het licht zag en Dirk ten Berge en Jan-Piet Hedrik waren vastberaden. Het buitengebied moest veel meer haar tanden laten zien. De stelling van beiden was, als we onze voorziening in de dorpskern en leefbaarheid van de dorpen voor de toekomst willen behouden, moet er iets fundamenteel veranderen. Geen protestpartij, maar een partij met de blik naar buiten. En met een duidelijke visie. Een politieke beweging met een collegiale fractie waarin iedereen elkaar respecteerde. In de stijl van Dirk. Recht door zee en doen wat je zegt. Dirk, je kwam in 2014 blanco in de Koevorden politiek. Maar sloeg er met jouw kenmerkende enthousiasme en ijver prima doorheen. Ook mede dankzij de steun van zowel coalitie, maar ook oppositiepartijen. Dat mag zeker gezegd worden. Je kreeg het politieke spel al vrij snel in de vingers en wist de weg in het gemeentehuis goed te vinden. Het werd bijna je tweede huis. Zelfbewust en met een helder doel voor ogen begon je aan het karwei. Of het nu op stads-, wijk- of dorpsniveau was, groot of kleinschalig, als lokale volksvertegenwoordiger wilde jij een bijdrage leveren aan de Koevorden gemeenschap. Met glinsterende ogen en een trotse blik zag jij dat BBC 2014 zich in rap tempo doorontwikkelde. Een van de belangrijkste doelstellingen die je samen met de initiatiefnemers bij de oprichting voor ogen had, is gerealiseerd. Er is weer evenwicht tussen stad en buitengebied. De vitaliteit van de dorpen, dat is altijd jouw motto geweest. Daar heb jij in de raadsperiode het maximale uitgehaald. Alle dorpen moesten de bestaande voorzieningen zoveel als mogelijk behouden en waar dat kon worden uitgebreid. Voor Dirk een speerpunt, want je vormt met z'n allen het dorpsleven. Ook zorgen voor een ander en dat niemand meer is dan een ander. Dirk, je bent een teamspeler, zo hebben we het allemaal ervaren. Je wil graag in collegiale sfeer opereren. Natuurlijk is er ook in deze raad een oppositie. Je hebt altijd gepoogd te verbinden en hebt daar geen enkel onderscheid in willen maken. Enkel met als doel. En voor onze inwoners zijn en laten zien dat samenwerken loont. Een volksvertegenwoordiger duurzaam. Dirk, een man met een positieve instelling en dat ook probeert over te dragen op anderen. Meestal is het glas half leeg, dan wel in de late uurtjes. Maar tijdens zijn rol als raadslid veelal half vol.
Om de hete brei heen draaien was zeker niet jouw stijl, maar nooit over de rand en altijd met argumenten. Dat positieve en je brede schouders eronder zetten is op je lijf geschreven. Je staat altijd open voor een lolletje en schiet ook al nog eens flink in de lach. Niet onopgemerkt, zo hoort het te zijn. Bruisend Koevorden, daar wil je zijn, daar wil je wonen. En we willen nu echt doorpakken, dat zei Dirk, na de eclatante verkiezingsoverwinning in 2018. Maar blijven doe je helaas niet. Je hebt gekozen voor een nieuwe woonomgeving in Emmen en dat is voorsorteren op de toekomst. Dirk, namens onze fractie wil ik jou van harte bedanken voor de fijne samenwerking. Daarnaast bedankt voor je grote inzet voor de Koevorden gemeenschap. We gaan je zeker missen, je kennis, je expertise. Maar vanaf jouw penthouse in Emmen, samen met je steun en toeverlaat en lieve vrouw, zal je toezicht blijven houden. Gezien je grote betrokkenheid weten wij als geen ander dat we ook de komende jaren nog een beroep op je mogen doen en daar ook zeker gebruik van zullen maken. Lieve Dirk, ga je missen. We wensen je heel veel geluk en heel veel gezondheid toe. Samen met je lieve vrouw, je kinderen en je kleinkinderen. Dankjewel. Goed, dan geef ik graag het woord aan Jan Zuijers. Ja, dankjewel. Ik mag hier niet de persoonlijke titel staan, maar ik wil toch wel graag het verhaal met een vette knipoog doen, als dat mag. En ik wil beginnen met in ieder geval ook Klaasien, maar ook Lammy met partner Berdien. En ik zwaai ook even naar Rink, want die zit ergens in Leeuwarden online mee te kijken naar dit afscheid van Dirk. In ieder geval ook van harte welkom heten. En daarnaast wil ik eigenlijk beginnen met een stelling. En die stelling is dat het nut van het vieren van verjaardagen, startbarbecues, etc. Toch schromelijk onderschat wordt in het dorpse leven. En die stelling die kunnen we eigenlijk wel als juist bestempelen, omdat daar de oorsprong van BBC ligt. Zonder startbarbecue was Dirk niet samen met Jan-Piet Hedrik aan het avontuur van BBC 2014 begonnen. Gooi er een borrel in en de fantasie slaat op hol. En inderdaad, Dirk en Jan-Piet sloegen op hol. En op hol slaan, een boerenterm die ook wat bij Dirk past, of misschien wel paste, en van Holland doet Dirk nu over het algemeen niet zo gemakkelijk meer. En de souplesse van de eens zo jonge hinde met het goddelijke lichaam is wel enigszins tanende, moet ik zeggen. Maar om dat te accepteren, dat is ook nog wel even een ding. Je wordt ouder, opa in dit geval. Geen ontkomen aan. Een avontuur om een nieuwe partij op te richten kun je wel bedenken. Maar je moet het vervolgens ook nog uitvoeren. Maar Dirk zei A en moest ook B zeggen. We praten over oktober 2013. Het jongde daarna gestaag wat aan, met nog een paar mensen. En we spraken met elkaar, en we dronken wat, en gezellig was het ook. En hoe meer we aan elkaar vertelden dat het anders moest, dat de politiek was losgeslagen van de inwoners, hoe meer ook Dirk erin ging geloven. Dirk toetste het ook in zijn omgeving, op een bepaalde manier weliswaar. Want wanneer Dirk zegt, vind jij ook niet dat? Ja, zeg dan maar eens nee. Het is overigens ook bijna een wetmatigheid dat wanneer je met gelijkgestemden in een hok zit, je steeds meer je eigen waarheid maakt. En in november 2013 pakten we inderdaad door. Trap op, trap af, naar de eerste verdieping bij de deel van Roelof Klinkhamer in Sleen. We zaten nog steeds in de sfeer van een beetje aankloten, maar in november maakten we de keuze om de partij op te richten en deel te nemen aan de verkiezingen in 2014. Nog wel steeds met het idee van een beetje plagen in de raad, want wisten wij nou veel hoe dat allemaal toeging in die raad. Ondertussen lachte Dirk alles van zich af met zijn alombekende lach, die hij ook toen al afsloot met kuchen en steeds roder wordend hoofd. Maar we merkten wel met elkaar, het wordt wat serieuzer. Toen we iets meer naar buiten traden en een kandidatenlijst moest komen, zei Dirk, ik wil laag op de lijst, want ik wil niet in de raad. Niks voor mij. Daar kwam later wel verandering in. In plaats daarvan kwam Dirk wel in het bestuur. Ik dacht toen was dat nou faalangst of toch misschien stiekem een klein hartje in dat grote lichaam met veel knuffelbeergehalte. Dirk, je bleef rustig toen we de verkiezingsuitslag vernamen in maart 2014. Je bleef rustig toen het enige kasteel in Drenthe beefde op haar grondvesten vanwege de politieke aardverschuiving. Je bleef rustig in de coalitievorming, waarin wij vooral samen de gesprekken met andere partijen deden.
Je bleef eigenlijk altijd rustig, of je lachte, en dat brak het ijs ten gunste van een goede sfeer. Je werd ook een beetje ons, en zeker mijn klankbord. Na ruim 5 jaar raad keek je weer eens even naar de toekomst, zoals we het allemaal gebruikelijk doen of zouden moeten doen. Je keek naar jezelf, naar Klazien. Je keek ook naar de grote tuin en naar het huis. Wat een wark, wat een wark. Wat een gres, wat een gres. Wat een blad, wat een blad. En dat klopt. Het buitengebied, weet u nog, meneer Ten Berge? Ik schat in dat je ongeveer 2 jaar geleden al eens memoreerde dat wonen in Emmen je ook wel wat leek. Mooi in zo'n appartement. Die is gek, was het eerste wat met hem opkwam. Je topte toen overigens wel behoorlijk met je gezondheid. En je maakte je zorgen. Het zal wel weer overwaaien, was mijn gevoel. Er kwam wel iets bij me op van, moh, we hebben nog wel een slaapkamer over. Een beetje huur kan hij ook wel betalen. Mooi verdienmodel voor ons dus. Kan dochter Berdien met man Freek en kids in hun huis gaan wonen. Zweel verjongd. Dan ook weer een beetje probleem opgelost. Maar in gesprek met mijn vrouw kwamen er toch wel wat twijfels. Het gaat dan niet de hele dag over politiek, zei ze, of over het werk. En dan die lach. Gaat hij niet voor overlast zorgen bij ons in huis en in de buurt? Ik moest haar gelijk geven. De verhuisideeën van Dirk ebten bij me weg. Maar enige tijd geleden zei Dirk plotseling, ik heb een penthouse gekocht. Ik begon te blozen en ik dacht, wat moet hij nou met zo'n magazine, met die blote dames? En ik kon me nog net voorkomen om te zeggen, mag dat wel van je vrouw? Maar al vlot bleek het om een huis op het dak van een flat te gaan. Zo'n penthouse dus. Ik dacht, het is hem echt in zijn bol geslagen. Hij valt omhoog, trap op, trap af. De hut in Zwiel was ook al verkocht. En oké, er komt goede luw in. Qua leeftijd giet Zwiel er ook weer op vooruit. En de rest moet dan maar afwachten. Maar Dirk ten Berge met zijn Klazien. Boerenzoon en boerendochter in Emmen gaan wonen, in de stad, op een flat. Trap op, trap af. Ik had niet gedacht dat hij dat zou doen. En het wilde bij mij niet beklijven. In de gemeente Emmen, waar alleen creatief boekhouden nog helpt om zwarte cijfers te schrijven. De OZB alleen maar blijft stijgen. Slechte wegen geruild worden met goede van de provincie. Het lawaai van de olifanten in Waardland zelfs de lach van Dirk overstijgt en waar de boeren slim met het manier kan winnen van het stadse geneuzel. Dirk ten Berge, wat doe je nu? Geen praten tegen natuurlijk. Want zoals we dat in het Drents zeggen, wat in de kop heeft, heeft er niet in de kont. Ongemerkt waren ze toch op zoek gegaan. Inmiddels hebben we het hoe en waarom van jullie keuze begrepen. En natuurlijk hebben we daar respect voor. Er is ook voor niets anders plaats dan respect en waardering. Want dat past ook bij onze persoonlijke relatie. Keuzes maak je voor de toekomst. En die toekomst begint morgen en niet pas over 10 jaar. Dirk en Klazien, jullie zijn inmiddels verhuisd. Vergeet niet, vergeet nooit de geweldige momenten uit je politieke carrière in de gemeente Coevorden. En de contacten met al die inwoners en ondernemers die je leven hebben verrijkt en je blik verruimen. Het is een voorrecht dat je dit namens zoveel mensen mocht doen. Is mijn overtuiging. En daar denk jij volgens mij niet anders over. Geniet van het leven, van de familie en van de toekomst. Dirk en Klazien, we blijven elkaar zien. Op de tribune hier, bij FC Emmen of waar dan ook. Dankjewel. Dankjewel. Nu begrijpen we ook beter waarom het toch op persoonlijke titel was. Getuige de opmerking over Emmen. Dirk. Het laatste woord, lijkt mij. Ja, dankjewel. Mooie woorden, Jos Wiers, maar geen cadeau. En Bert, ik ben inderdaad 2 keer weggegaan, maar dit is ook mijn eerste cadeau. Ja, nou ja, goed, er worden dingen van mij gezegd. Ik wist dat allemaal zelf niet eens. En ik hou er ook niet zo van. Ik heb gekozen voor het bruisend dorp Emmen. Dat is een dorp, geen stad.
Nou, ja. Een boegbeeld. Daar geloof ik niet in. We hebben het samen gedaan. Iemand alleen kan nooit wat doen. En alsnog heb je het als raad gedaan, vind ik. En je bent overal een meerderheid van nodig. Dat werd vaak gezegd van, nou ben je met zoveel. En dan krijg je nou niks klaar. Maar we zijn wel een meerderheid nodig met elkaar. Dus. Dan nog eens iets. Ja, goed. Bij de start van mijn raadslidmaatschap moest ik altijd heel erg goed opletten. En luisteren en onthouden. Als ik namelijk thuis kwam van de vergadering, zat mijn vrouw Klazien nog op mij te wachten. En ging mij allerlei dingen vragen. Vragen stellen waarom ik niet dit of niet dat gezegd had en waarom dat nou zo moet en niet moet. Dus ik moest mij, eigenlijk had ik 2 vergaderingen op 1 avond. En dat hield mij heel scherp natuurlijk. En wel te begrijpen dat men daar ook een erg grote ondersteuning voor mij was. En daar wil ik te zien heel erg voor bedanken. Ik heb geen hints, boodschappen of wijze woorden. Ik geef een soort beschrijving van mijn ervaring. Jammer dat ik moet stoppen. Dat heb ik de laatste tijd vaak moeten zeggen. Sommigen snappen het, maar anderen keken me daarna zo van, meen je dat nou? Ik heb in deze periode met BBC 2014 veel geleerd en ervaren. Met wildvreemde mensen kwamen we bij elkaar te zitten. Met uiteenlopende meningen. Meest onervaren in de politiek. Wel met een succesvolle verkiezingsuitslag. Een beetje als protestpartij, maar wel met de gedachte, als we het halen, moeten we het niet alleen aan het buitengebied denken, maar alles meenemen. Jens Wiers werd lijsttrekker, met ook de wil om wethouder te worden. Dat was een meevallertje. Toen kwamen Jan en ik in de onderhandelingen voor een coalitie. Wij moesten voorbereiden. Waar moeten we het eigenlijk over hebben? We kregen een gesprek met de burgemeester. En die zei dat hij kwam met een herderlijk schrijven. Ik was even in verwarring. Ik dacht, waar kom ik nu terecht? Maar later was dat een hele goede leidraad. Onervaren kwamen wij in de raad. Een stel fanatieke mensen die niet alles wisten over regels en technieken, de moeilijke teksten en vele afkortingen. Vaak werden we gewezen op feiten dat wat we zeiden of deden niet echt volgens de regels was. Dat gebeurde in nette bewoordingen en wij werden in het begin ook gespaard, ook door de andere partijen. Veel waardering en dank daarvoor. Dat betekent ook vanaf toen tot nu, waarin ik niets anders heb vernomen dan respect voor elkaar, samen als raad er zijn voor koevoren. Wel kritisch, maar positief denken. Een geweldig gebeuren. Een groot compliment voor raad, college en organisatie. Ik heb fantastische mensen ontmoet en enorme ervaringen opgedaan, die mij niet dommer hebben gemaakt. Vooral in de commissies, waar je ook de ambtenaren leert kennen, als hardwerkende, positieve mensen, die ook wel eens onzeker zijn over dat verbindend besturen. Vragen als, hoe willen en zien jullie dan je deelname in deze commissie? Maar ook de raadsleden moesten net als de ambtenaren ervaren wat verbindend besturen inhoudt. Mijn mening over ambtenaren is nogal bijgesteld. Mijn laatste ervaring was Roel de Boers Rekenkamercommissie. Daar wordt wel eens sceptisch over gedaan, maar het heeft een hoog niveau. Of niet, Henk? Ook een ontwikkeling van de laatste tijd, en dat is toch een kleine kritische noot, is de fractieassistent. Een goede ontwikkeling, maar toch raar dat die nu aan de tafel zitten en de raadsleden op de tribune. Met een stoelendans als gevolg. Ook een ervaring was de pers. Leuke, aardige en verstandige mensen die ook heel lang blijven zitten om te luisteren naar saaie, nietszeggende onderwerpen.
maar vaak alleen de negatieve punten of sensationele artikelen produceren. Altijd een verrassing wat er in de krant komt. Dat ik kan rustig zeggen, maar dat schrijven ze toch niet op, denk ik. Ook een ervaring was voor mij hoe onderbetaald raadsleden eigenlijk worden. Het kost circa 17 uur per week naast een volledige baan en je krijgt er 5 euro netto voor terug. 15-jarigen verdienen meer. Om te illustreren hoe het gevoel van mensen moet zijn op de ambtelijke taal, hoe ze die beleven, heb ik iets gevonden en dat wil ik graag aan jullie voordragen. En dit is een speech voor een communicatietraining voor de buitendienst. En daar gaat de verantwoordelijke manager gaat daar een verhaal vertellen aan die buitendienst. In de ambtelijke taal dus. Hè. Als verantwoordelijk manager in onze ontwikkelingsgerichte organisatie heb ik de invitatie om in deze rustieke ambiance een korte introductie te verzorgen aan het begin van een voor jullie ongetwijfeld inspirerende en leerzame sessie. De trigger voor de teamleider om deze oploop te organiseren is de overtuiging geweest dat het vermogen om effectief te kunnen anticiperen op issues en casuïstiek die zich in jullie dagelijkse werkzaamheden kunnen manifesteren, intrinsiek aanwezig is. Ik breng, om de context te duiden, kort in herinnering de informerende sessie die onlangs door onze algemene directeur is belegd om de stip aan de horizon te markeren die ons moet leiden naar de anticiperende, flexibele en vooral wendbare organisatie die wij moeten gaan zijn. Hierop ingaand en voortbedurend, vervolgaangevend, is het een van de meest basic elementen de implementatie en het exploreren van effectieve communicatievaardigheden. De relevante casuïstiek als basismateriaal die het bekwamen daarin mogelijk maakt, dient zich bij jullie vaak rijp en groen aan. Momenten in jullie hier en nu, en dan specifiek de reactie daarop, kunnen leiden tot een conflicterende en soms schurende beleving van situaties. Deze constatering geeft mogelijk een bevestiging van de stelling dat de wijze van aanvliegen van de problematiek cruciaal lijkt voor het vervolgtraject. Instrumenten om hier effectief mee om te gaan zijn onderwerp van vandaag. In de perceptie van het imago dat ons bestuur wil hebben, maar bovenal de beleving van de wijze waarop de strategische doelen van ons bestuur gaan landen in de samenleving, speelt uw grondhouding daarom een significante rol. De wil van het bestuur om een zelfstandige en autonome bestuursraad te zijn en te blijven, is tot speerpunt verheven. Congruentie is voor de implementatie een absolute must. Zoals jullie zijn daarbij een van de primaire informatiekanalen waarlangs de communicatie met onze cliënten plaatsvindt en als zodanig zijn jullie te beschouwen als vooruitgeschoven posten in de samenleving. Het zwaluwstatum van het omgaan met de dagelijkse invulling en de intenties van het bestuur is daarin essentieel. Een onderwerp van de sessie die zich vandaag bij u aandient. Daarbij laten jullie je faciliteren door buitenboordmotoren in de vorm van onze ambtenaar. Het is dan ook mijn verwachting en wens dat uw mindset zal opschuiven in een richting die door ons bestuur als nog meer effectief gaat worden ervaren. Indachtig de loyaliteit die u tot op heden te toon heeft gespreid en uw inmiddels bewezen competentie te veranderen, ben ik vol vertrouwen dat de sessie van vandaag zal leiden tot voldoende inspiratie om deze sessie een duurzaam vervolg te geven en dat dit initiatief zal landen op een wijze die de organisatie vanuit de haarvaten de power geeft die nodig is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ja, dank je. Ik loop met de neus uit, ja. Ik hou niet zo van zulke teksten, nee. Ja, wat heb je nou eigenlijk gezegd als je dit even terugvertaalt? Wat heb je dan willen zeggen? Nou, het gaat erom, in een normale taal, ik vind het mooi dat we hier in de kroeg even wat van mogen zeggen. De teamleider dacht dat jullie het in je hebben om te kunnen helpen om het college en de raad hun boodschap te kunnen vertellen aan de inwoners. Jullie spreken ze immers vaak in verschillende kwesties en laten daarmee het gezicht van de gemeente zien.
Hoe jullie met ze praten bepaalt mede wat zij van de gemeente vinden en hoe ze reageren op de gemeente. Spreken uit één mond is daarvoor nodig. De organisatie gaat proberen ons te helpen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Ik weet zeker dat jullie dit kunnen, want je hebt het al vaak laten zien in andere gevallen. Probeer vandaag wat op te steken en maak er een nuttige en vooral leuke dag van. Nou, tenslotte. Even zien. Tot slot. Jan Zwiers. Dank voor het succes van 2014. BBC 2014. Griffie, organisatie en college. Dank voor de prettige samenwerking en fantastische benaderbaarheid. Raad, dank voor de ervaringen, samenwerking en de scholen eronder willen zetten. BBC 2014. Ja, waarvoor eigenlijk? We hebben het samen gedaan. Veel discussie, maar eruit komend. Een dankzij jullie fantastische periode in mijn leven. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid, maar wel met open ogen voor mijn toekomst. En Bert, de koffie staat al klaar. Maar dat geldt niet alleen voor Bert, dat is een intern grapje, maar dat geldt voor iedereen als je maar niet te samenkomt. Ten slotte wil ik afsluiten en de kiezers bedanken voor de enorme steun voor BBC 2014. Dankjewel. Ja, mooi, Dirk. Dankjewel. We gaan besluiten over de opvolging van Dirk ten Berge. Ik heb zojuist gepolst of de namen die ik heb genoemd bereid waren om de commissie van onderzoeksloosbrieven te vormen. Dat hebben ze gewild. Ik wil ze verzoeken om met de griffier nu even zich te buigen over het advies wat u aan de raad wil meegeven. Ten aanzien van de benoembaarheid, want dat is datgene wat de onderwerp van onderzoek is, van de heer Tempels als opvolger van de heer Ten Berge. We schorsen de vergadering voor een kort moment. Ik verzoek de leden van de raad weer een plaats te nemen. Dan kunnen we de vergadering hervatten. Ik heropen de vergadering. Rapportage van de commissie onderzoeksverloosbrieven wordt verwoord door de heer Hoedemaker. Gaat u gang. De commissie uit de gemeenteraad van Coevorden in wier handen werden gesteld de geloofsbriefs en de verdere bij de kiesraad gevorderde stukken, ingezonden door Jan Tempels, op dinsdag 17 december 2019... benoemd tot lid van de gemeenteraad van Coevorden, rapporteert de gemeenteraad van Coevorden dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Coevorden. Dank u wel. Ik dank u en de overige leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven hartelijk voor het verrichte werk. Ik stel de raad voor om conform de aanbeveling te handelen. En dat betekent dat ik de heer Tempels wil vragen om hier voor mij plaats te nemen. U heeft aangegeven dat u graag de belofte wil uitspreken. Ik verzoek de leden van de gemeenteraad om te gaan staan. Ik verzoek de heer Ten Berge om zich te verwijderen uit deze kring, want hij is inmiddels weg. Een meelifter hadden we eventjes. Goed, ja, want dit is wel even een formeel moment. En er staat nu een stoel op u te wachten, hier in uw midden. Maar die kan slechts ingenomen worden nadat u ook na de goedkeuring van de bescheiden, ook de eed dan wel belofte heeft afgelegd. Te midden van ons allen. Zoals het officieel ook heet, in mijn handen. Want ik vraag u te antwoorden op die tekst die ik ga voordragen. De tekst van de belofte, het enige wat u aan het eind van die tekst hoeft te doen, is te zeggen, dat verklaar en beloof ik. Dan is het rond.
De tekst is als volgt. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Mooi zo, dank u wel. Van harte gefeliciteerd als lid van deze gemeenteraad. Veel succes daarbij en veel werkplezier. U heeft van de heer Ten Berge gehoord hoe leuk het kan zijn. Alsjeblieft. Mag plaatsnemen. En dat wordt de kortste zittingsperiode, althans in 2019, van de heer Tempels. Want ik ga nu over tot het sluiten van de raadsvergadering. Ja, voor mij hebben we alle agendapunten gehad. Of, de griffier wijst mij erop, stelt mij de vraag, hebben we de besluitlijst gehad? Als u daaraan twijfelt, dan doen we hem gewoon nog een keer. Heeft er iemand denken over de besluitlijst? Zo niet, dan is hij al dus geaccepteerd. Ik had de indruk dat hij wel, maar twee dubbel genaaid had beter, zou Ten Berge zeggen, denk ik. We zijn dan nu echt toe aan de sluiting van de vergadering. Ik heb de tactische tip van onze griffier gekregen. Als we ons heel snel beneden melden, dan kunnen we daar nog wat gebruiken. Want kennelijk is het bewijs voor de heren van Coevorde dat u voor tienen zich nog beneden voegt. Dan kunnen we daar de felicitaties en de gelukwensen en het afscheid doen. Als u tenminste de prijs opstelt dat dat onder het genot van een hapje en een drankje kan plaatsvinden. De vergadering is gesloten.